ik zou graag een contactadres willen hebben van Suarez. U weet wel, de man. Ja, ik heb namelijk een goed idee voor die man. Je hebt een doorbijter nodig. Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Je hoeft ook maar even niet te kijken. En ook juni is alweer bijna voorbij. 27 juni is het en eindelijk echt zomer. Tenzij je de dagen doorbrengt op een waddeneiland. Want daar gebeuren dingen met waterrozen. Maar dat allemaal terzijde. Nachtzuster is er gewoon met vragen en antwoorden. Mits jij natuurlijk belt met een vraag, want jij stelt dit programma samen. Via 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Twitteren kan ook altijd via @nachtzuster. Mailen dus via nachtzuster@omroepmax.nl. En er is ook een Facebookpagina. facebook.com/nachtzuster. En een chat. En vind je het leuk om te komen chatten? Doe dat dan via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan linksboven even de chat aanklikken. Maar het makkelijkste is om meteen even de telefoon te pakken en te bellen naar 0800-1121. Nachtzuster heet het liedje, hoe toepasselijk. En het bandje heet Doe Maar. 0800-1121. Dat is het nummer dat je moet gebruiken als je mee wilt praten tijdens dit programma. Alex, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Hallo. Ik ben een vaste luisteraar. Ja. Ik ben altijd blij als je er bent. Gelukkig. Nou, ik ben ook blij dat jij er bent. Yes, ja. Ik heb een vraagje. Mm-hmm. Als je nou in de supermarkt achter de kassa staat, ja, staan mensen achter de rij, dan staan, daar staat zo'n houten blokje, zo'n rechthoekige blok. Ja. Die moet je even naar de achterste mensen neerzetten, zeg maar. Ja. Noem je zo'n ding in het Nederlands? Heeft hij een naam? Ja, ik weet het. Oh, jij weet het? Ja, dan verpest ik het natuurlijk. Okay. Kijk, Alex, het hele principe van dit programma is dat jij een vraag stelt en dat er dan iemand met verstand van zaken thuis luistert en die belt dan met het antwoord. Nou, dan wil ik het graag horen. Het is een beurtbalkje. Een beurtbalkje? Ja. Oh. Oké, nou weet ik genoeg. Ja, sorry. Ja, het is niet de bedoeling, hè. Het is de bedoeling dat er nu een cashière denkt van, oh, wat leuk, dat weet ik, dat weet verder niemand. Maar ja, dit is echt zo'n vraag die al zo vaak, dat ik het zelfs onthouden heb. Nou, heel veel mensen kennen dat niet. Nee, maar nu wel. Nu wel, ja. Dankzij jou. Misschien heb jij ooit in de supermarkt gewerkt bij RTI Heijn of zo? Ja, misschien dat het is. Nee, dat is het niet. Nou, in ieder geval bedankt. Ja, jij ook bedankt. Het is wel een toepasselijke naam, toch? Een beurtbalkje. Ja, het is de functie wat je zegt. Ja, alhoewel een balkje impliceert dat het van hout is, terwijl het meestal van plastic is. Maar... ja, soms ook kunststof. Ja, nou dan noemen we het een beurtkunststof. Nee, we blijven het gewoon een beurtbalkje noemen. Zeg Alex, toch bedankt, hè? Oké, okay, ja, doeg. Hoi. 0800-1121 als je een nieuwe vraag hebt. En ik zal proberen dan niet het antwoord te geven. Janina. Ja, goedenacht met Janina. Dag Janina, zeg het eens. Ja, ik zou graag voor dit weekend een blind date willen. Oh. Of iemand interesse heeft om met mij naar het Engelenmeer te gaan in Den Bosch of zo. Ik woon in Eindhoven. Ja. En ik ben 60 jaar. Ja, ik zie er heel jong uit. Oh. Ik zie er best goed uit en zo. En ik heb mooi blond haar en gewoon normaal postuur. En ik denk, misschien is iemand ook alleen.
En misschien wil iemand met mij gaan daten dit weekend, zaterdag of zondag. Nou, ik weet niet of het storm loopt voor de zondag, maar de zaterdag, dat moet misschien nog wel lukken. Maar waarom juist dit weekend, Janina? Ik moet volgende week naar het ziekenhuis, 2 weken, word ik opgenomen. Oh, en doen we maandag. En daarvoor wil je graag nog een blind date? Ja. Oh. Ja, als dat mogelijk is, als mensen willen reageren of zo, in ieder geval. Ik denk of in Eindhoven of in Den Bosch gewoon even iets drinken en zo. Ja. Oké, okay. En heb je verder nog... Reizen. Wat zeg je? Ja. Nee. Wat wou u zeggen, mevrouw? U wou zeggen of je nog eisen verder had. Nou, nee, een leuke, gezellige man met humor en niet al te dom. Een beetje algemeen ontwikkeld. En voor de verdere rest heb ik geen pretenties. Maar ik hou ook van wandelen. Een beetje wandelen en lezen. En, oh, ja, en misschien dat we samen voetballen kunnen kijken om 6 uur Ach. Zondag. Maar hoe kan het, Janina, dat jij nog alleen bent? Omdat ik in ieder geval... Ik heb veel mannen die interessant zijn, maar ik ben niet verliefd. Ik ben gewoon alleen door mijn verleden. Het is allemaal niet zo leuk om nou op de radio. Er zitten mensen niet op te wachten. Oh, oké. Okay. Nou, dan... Ik ben misbruikt en zo bla 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 te huizen. En dat, ik ben alleen... Ik vind het niet erg om... Ik ben niet eenzaam en zo, hoor. Nee. Ik ben graag alleen... Maar ik heb af en toe zin in een leuke date. Oké, dus een leuke date met humor, een beetje begripvol en eventueel bereid om zondag voetbal met je te doen. Begripvol hoeft niet. Oh, dat hoeft. Begripvol hoeft niet. Dat scheelt. Ja, oké. Nee, duidelijk, Janina. En mag ik weten waarom je het ziekenhuis in moet? Of is dat ook... Dat heeft ook met psychische problemen te maken. Ik ga 2 weken naar het ziekenhuis hier naar de Grijsgeneraal in Eindhoven. Dus als iemand mij wil daar komen bezoeken... Dat zou ook gezellig zijn. Ja. Nou, ik had 7 en 8 volgens mij. Oh, de bezoektijden? Dacht ik. Nee, maar ik heb jou, ik zou je vertellen, normaal heb ik zeg maar een iPad. En ik heb jou heel vaak gereageerd met twitteren. Jij kunt heel mooi dansen. Jij danst dan 4 uur en zo. Maar mijn iPad is gepikt. Oh. Dus ik kan niet, ik kan jou op dit moment niet meer zien en zo. Dus een jaar geleden die gepikt is en ik heb nog steeds geen geld om een iPad te kopen. Dus Ach. Ik vind jou een hele leuke, spontane vrouw. Want ik vind die vrouwen op de radio of op tv, die zijn zo gemaakt. Maar jij bent heel natuurlijk, vind ik. Ik kom natuurlijk over. Ik weet niet of je het echt ook zo bent. Maar nou, ik ben in het echt zoals ik gewoon ben. Maar ja. Oh ja. Goed, maar we waren bezig een date voor jou te regelen. Ja, als je dat wil doen. Ja, ik wil het wel proberen. Maar ik heb geen e-mail nou. Ja, het wordt wel steeds moeilijker. Hoe moet dit nou, Janina? Want ik kan je toch ook niet... Ik kan mijn telefoonnummer aan de redactie geven. Ik kan mijn telefoonnummer geven. Ja, maar ik kan toch niet... Er gaan nu natuurlijk allemaal mannen bellen. We moeten wel even checken of het een beetje leuk vlees in de kuip is. Ik kan toch niet zomaar jouw telefoonnummer nu geven aan iedere man die belt... Nee, maar er zult toch niet veel mannen bellen nou, op deze tijd. Goed. Nou, maar ik maak wel dan een kleine, hoe zeg je dat, schifting? Een kleine selectie. Ja, een voorselectie dan. Oké, dat vind ik lief van jou. En die geef ik dan jouw nummer. Maar dan is niet mijn verantwoordelijkheid, hè? Als het dan een... Nee, ik kreeg dat zelf wel. Ik kan heel goed dingen zelfstandig regelen. Heel goed. Oké, nou, een leuke, gezellige man. Doe liefst... goed aan Joop. Joop, die ken ik ook. Menno, die is verhuisd. Die komt ook bijna elke nacht. Oh. Geloof ik, hier op de radio. Dus de groeten aan hem. Oké. Dus ik zal Joop vragen of hij al verkering heeft. Nee, ik ben niet geïnteresseerd in hem. Hij is wel aardig, maar het is mijn type niet. Ja, maar Janina, dan moeten we even duidelijk hebben wat je type is. Wat ik zei, een leuke, een beetje een lange, slanke man. Ja. En hij moet er een beetje leuk uitzien, vlot en humorvol. Humor is heel belangrijk, dat je kunt lachen. Oké. Nou, ik ga mijn best doen. Een beetje intelligent. Ben je intelligent ook? Dan nu wordt het wel heel lang, slank, intelligent, humor, beschikbaar in het weekend. Een beetje algemeen ontwikkeld ook. Ook. Nou ja, dat is voldoende hoor. Muzikaal?
Ja, ook. Ik hou heel erg van muziek. Muzikaal kan ook, maar dat is niet... Het is geen must. Gewoon leuk en vlot. Het gaat alleen als die een cd op kan zetten, is het goed. Voor het kijken. Ja. En, zegt u? Ja. Huisdieren? Huisdieren. Ik heb 36 poezen gehad. Ik hou van huisdieren, maar kan ze nou niet onderhouden. Ja, niet tegelijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, Janina, hond is ook welkom. We moeten de lijn vrijmaken nu. Want de telefoontjes moeten natuurlijk wel binnen kunnen stromen. Ik kom heel vaak op tv. Ken je mij niet? Ik kom heel vaak op de radio en tv. Hoe vind je mijn stem? Ik ben een beetje cabaretier. Ook nog? Ja. Hoor je mij? Nooit? Nee. Ja, nu niet meer, maar ik ben heel vaak op de radio en tv geweest met de spelletjes en bla bla bla. Maar ik zal jou niet verder lastigvallen, maar ik ben blij dat ik even op de radio ben geweest. Ja, nou, ik ben blij dat je er was. Ik hoop dat het gaat lukken om je onder de pan... Nou, onder de pan is het woord niet. Om een leuke man voor je te regelen. Ja, oké. Okay. Goed. Janina, bedankt hè. En succes met alles. Doe je me even door naar de redactie of naar de telefoniste voor mijn telefoonnummer? Of ja, ik doe je door naar de datingadministratie. Oké, bedankt. Hè. Bedankt, tot goed, ziens. Dag. 0800-1121 voor vragen, antwoorden of een date met Janina. Wiebke. Ja, hallo. Dag Wiebke. Hoi. Ik heb een hele debiele vraag. Oh, mooi. Waarom gaat na 5 minuten altijd de veters van mijn rechter gymschoen open? Hoe? Los, bedoel je? Los, ja. En alleen je rechter gymschoen? Ja, ik heb gewoon van die All-Stars. Ja. 2 paar, grijze en witte. Nou ja, je weet wel. Gewoon wat je draagt als je niet heel chic moet zijn. Maar altijd van die rechterschoen gaan die veters los. En links niet? Nee. En maak je dezelfde strikbeweging? Ja. Ja. Ik heb het nu wel zo vaak gecheckt. Dat is raar. Ja, het is heel raar. Ja, het is gewoon een idioot. En is het altijd na 5... mensen op straat. Ja. Er zeggen mensen op straat van... mevrouw, kijk uit. Uw rechter gymschoenveter is los. Ja. Uw veters zijn los. En ik heb er zelfs een keer een gebroken pols aan overgehouden. Waarschijnlijk gevallen. Ja. Nou, wat een toestand. Ja. Nee, het is helemaal... Ik vind zelf... Ik vind het zelf niet eens zo heel interessant, maar ik vind het zo raar. Nou, maar ik zit toch te denken of je dan bij je ene schoen een andere strikbeweging maakt dan de andere. Ja, maar er is toch maar 1 strikbeweging? Ja, maar misschien dat als je er anders voor zit, dat je hem dan toch strakker strikt. Nee, en ik heb hem ook heel vaak geprobeerd... heel strak te strikken. Ja, natuurlijk. Ja. Dat je vingers er pijn van doen. Maar toch los. En toch weer binnen no time los. Maar als die af en toe een keer niet losgaat, dan merk je het natuurlijk niet. Dan denk je er verder niet over na. Nee, maar het gebeurt altijd. Altijd. Ja. En het is niet, je hebt gecheckt of niet, de rechterveter niet van een gladder materiaal is of van andere... Nee, het zijn gewoon dezelfde. Het zijn gewoon van die All-Stars. Twee dezelfde veters. Ja, dezelfde veters. Ik vind het zo, ik dacht, dit wil ik nou eens weten. Ja, nee, begrijp ik nou. Staat. Ik hoop dat er iemand daar een theorie over los kan laten via 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Wiebke. Ja, maar het kan misschien ook zo zijn dat ik misschien met mijn linkervoet... Ja. Per ongeluk op het uiteinde van... veter van mijn rechtervoet stappen. Dat kan ook. Dat je altijd per ongeluk met je linker... Ja, en dan zou je toch ook af en toe met je rechtervoet op je linkerveter moeten gaan staan. Ja. En zijn je voeten wel hetzelfde? Is niet je rechtervoet, zit daar niet een bult op of zo?
Helemaal niet. Helemaal niet. Hele nette voeten, maat 37. Ja. Ik kan de prachtigste schoentjes aan met de hoogste hakken. Maar je loopt toch op die halstars. Toch op die gimpen. Goed, nou ja, ik weet het ook niet. Maar ja, dat hoeft ook niet. Ik hoef alleen maar te zeggen 0800-1121. Precies. Ik ga mijn best doen, Wiebke. Wat moet ik doen? Kan ik de telefoon gewoon... Nee, je moet snel ophangen, want we hebben de lijnen nodig om een date te regelen voor Janina. Oké, dus ik... gewoon ophangen en naar de radio luisteren, dan komt het goed. Oh, dan komt er iemand iets vertellen. Nou ja, dat hopen we. Dat is een beetje het idee. Ja. Ja. Goed zo. 0800-1121. Jij bedankt, Wiebke. Dag. Dag. Meneer Smuller. Mevrouw Smuller. Hallo, met Marijke Smuller. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een vraag over, zeg maar, ik ben verkouden, hè? En ik heb ook kriebelhoest erbij. Ja. Maar overdag, zeg maar, heb ik haast geen last van. Mm-hmm. Maar s'nachts als ik in bed lig, vreselijk, dan heb ik zo echt een hoestkanon. En mijn vraag is, waarom overdag niet en s'nachts wel? Oh ja. En is het s'nachts als u gaat liggen of is het ook als u overeind blijft zitten s'nachts? Nou, als ik ga liggen, als ik in bed lig. Ja. Ik word echt overvallen, zeg maar, door zo'n... Nou, wat ik net zei, zo'n hoestkanon, het blijft maar doorgaan. Ja. En overdag heb ik geen last van. Dus vandaar mijn vraag. Waar ligt het nou aan? En heeft u al dingen geprobeerd die niet helpen? Dat we dat een beetje uit kunnen sluiten? Nou ja, ik heb geprobeerd, zeg maar, met warm water, weet je wel. Oh, ja. En met een hoestbonbons. Oh, lekker. hoestabletjes zoeken. Ja, maar dat helpt allemaal niks. Nee, het gaat even maar, hè. Ja. En overdag helemaal niet? Of af en toe wel een kuchje? Af en toe, overdag, af en toe, hoor. Okay. Maar s'nachts weet je wel, je wordt echt overvallen in mijn slaap, hè. Ja. Het gaat maar door en maar door en maar door. Volgens mij dus komt vandaag... het iedereen wel bekend voor, inderdaad. Dat je dan, net als je lekker wil gaan slapen, dat dan dat gekriebel hoest. Waarom is dat inderdaad s'nachts? Ja, nou, goede vraag, mevrouw Smuller. En het voordeel is wel dat de luistercijfers dan stijgen, hè, als u een beetje iedereen aansteekt. Dus als iedereen wakker ligt van de kriebelhoest. Dus dat is eigenlijk moeten we het niet helemaal oplossen. Nee. Maar ja, maar ik denk, ach, inderdaad. Ja, en ik heb nog één vraag. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, als we toch bezig zijn. Ja, inderdaad, het gaat over, zeg maar, als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt, hè? Ja. En ik neem een pilletje in voor de hoofdpijn. Ja. En mijn vraag is nou, zeg maar, waarom... ik heb zoiets van, waarom weet dat de pil precies weet waar die moet zijn. Oh ja. Zeg maar, weet je wel. Ja, nee, maar het klinkt wat warrig, maar de vraag is, ik heb hem wel eens eerder gehad, inderdaad. En ook precies in die bewoordingen. Hoe weet een paracetamolletje waar die moet zijn? Maar goed, ik ben het antwoord gelukkig alweer vergeten. Ja. Nou, okay, want als je hoofdpijn hebt, dan gaat de hoofdpijn weg van het aspirintje. Kiespijn, weet je wel. Maar de kiespijn gaat, ja. Ja, of kiespijn of hoofdpijn, weet je wel, of oorpijn. Maar dan gaat bij mij om, dat die pil precies weet waar die moet zijn. Zeg maar, om die pijn weg te halen. Precies. Dat gaat bij mij om. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, mevrouw Smuller. Oké, bedankt, hè. Dag. Sterkte vannacht, hè, met hoesten. Dank je wel. Ja, dag. Marcel. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik had een vraag over het volgende. Dus er worden vaak... runnens gehouden tussen Rotterdam en Den Haag voor het goede doel. Hmm. De mensen gaan met fiets en caravans en weet ik veel wat naar de Alpen de US en dan gaan ze 10 keer naar boven rijden. Ja. En dan wordt er op de een of andere manier een heleboel geld opgehaald. Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Komen die mensen dat zelf brengen? Rijden ze 10 keer omhoog en geven ze dan 10 keer 100 euro... om te laten zien dat ze dat allemaal kunnen doen. Dat hoe vaker je die berg op fietst, hoe meer geld je mag geven. Ja. Ja, bij wijze van. Maar ik snap echt niet hoe dat in elkaar zit. Maar is het niet gewoon hetzelfde als vroeger dat je op school een sponsorloop had en dat je moeder dan een gulden per gerend rondje gaf? Dat je dat van tevoren dat nog zo'n hele administratie erbij moet regelen?
Ja, maar in schoolverband, vroeger op de lagere school, kan ik me zoiets wel voorstellen. Maar ja, in de mate waarin bijvoorbeeld al de Nederlanders, Belgen, Luxemburgers, Fransen naar de Alpe d'Huez gaan met hun fietsjes en dit en dat, kan ik me heel moeilijk voorstellen dat zij zich helemaal te pletter fietsen naar boven en elke keer weet ik veel hoeveel honderden euro's neertellen. Ik geloof niet. Nee, maar dat doen ze dan niet zelf, maar dat doet hun moeder of de buurvrouw of de alle collega's. Of de, dat is, maar, ja, maar ik vraag me wel af of dat wel gecheckt wordt, of dat allemaal wel overgemaakt wordt. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, dat is dus mijn vraag. Een goede vraag. Nou, ik maak me een beetje zorgen kijk, nu. Nou, het is er, tussen, er is laatst een run gelopen tussen Parijs en naar Den Haag. Is dat Europa-run? Nou, hartstikke leuk. Pardon? Is dat Europa-run of haal ik verschillende runs door elkaar? Ja, de Europa-run. Ja. Ja, de Europa-run. Nee, de Europa. Maar nou, één, is het natuurlijk een beetje buiten kijf dat die mensen met al dat geld in de zak gaan lopen rennen. Nee, maar dat hoeft niet, hè? Dat is niet verplicht. Met, ze kunnen mensen hebben bij zich die, of tenminste mede-renners of wat dan ook, die dat dan storten. Maar volgens mij gaat dat niet zo. Maar hoe het wel gaat, snap ik dus niet. Marcel? En dat is mijn vraag. Ja. Heb je al verkering? Sorry, ik ben 61. Ik ben getrouwd. Oh, ja, dat heeft op zich niets met elkaar te maken. Nee, ik zit een beetje met Janina. Hè, van, en die, dus dat 61, dat klonk heel goed. Maar dat, dat getrouwd, dat klinkt wat... Is ze streng? Nee. Oh, dan kunnen we misschien... Maar, nou, goed. Ja, nee, ik, inderdaad, ik wijk af. Lang en slank enzovoorts, maar ik had niet het idee dat ik met Janina een date moet gaan hebben. Nee, er was geen klik. Oké. Okay. Nou, dan, ja, dan houden we het eventjes inderdaad bij... hoe is dat eigenlijk geregeld met de sponsoring van bijvoorbeeld inderdaad die runs of inderdaad dat fietsen voor dat... Ja, want is het, volgens mij is het dan zo dat stel dat ik zeg van nou, ik ga 40 kilometer kano voor het goede doel. Dan spreek ik met jou af, Marcel, dat jij mij voor iedere meter die ik kilometer die ik daadwerkelijk kano een euro geef. En dan uiteindelijk moet je me dus, als ik die 40 kilometer gekano's heb, moet jij mij 40 euro overmaken. Maar ik vraag me ook af of dat dan betekent dat die mensen die met dat fietsen duizenden euro's ophalen, of ze die hele administratie zelf af moeten handelen. Met de mensen die beloofd Precies. hebben. Want dan moet je een half jaar na data, een half jaar later, moet je de buurvrouw weer voor de zevende keer gaan vertellen, u moet nog die 40 euro overmaken. Ja. Ja. Nee. Dan heb ik misschien ook wel een beetje een antwoord op die dame die daarnet belde in verband met dat hoesten enzovoorts. Ja. Jij zelf gaf al enigszins aan dat die vrouw of liggend of staand hoest. In ieder geval is het zo dat als je ligt, dan gaat je slijm op een andere manier tekeer in je keel en je slok en je gedeelten waar je door ademt, dan als je staat. Het hangslijm, zoals dat eventueel heet, als je gewoon rechtop zit, dat gaat naar beneden en dat wordt op een andere manier weggewerkt, waardoor je minder hoest. En op het moment dat je ligt, gaat dat wel in de bepaalde gedeelte zitten, waardoor de hoestprikkel opgewerkt wordt. Ja, dat klinkt heel plausibel inderdaad. Ja. Nou, ik vink hem weer af. Dat schiet lekker op. Dankjewel, Marcel. Alsjeblieft. En goeienacht. Ja. Avond verder en nacht. Ja. Ja, en de groet aan je vrouw. Insgelijks. Dankjewel. Dag. Meneer Hofman. Astrid. Hey, hallo. Hoi, daar was hij weer. Ja, zeg het eens. Het is een tijdje geleden. Ik durf het wel. Je durft het wel? Jawel. En wat dan? Ze heeft een aantal dingen gezegd en alles wat ze zegt, dat heb ik. Je wilt op stap met Janina? Ja. Oh, maar dan zijn we klaar. Toch? En die andere mevrouw, die wou ik deze nog even meegeven. Die moet de raam open doen. Die kriebelhoes, mevrouw. Ja, kriebelhoes, mevrouw, raam open doen. En want dat heeft puur te maken met
bacteriën die in huis wieberen. Ah, oké. Okay. En meneer Hofman? Zeg maar Ben. Ja, maar ja. Okay. Ben, hoeveel jaar ben jij? Ik ben 53. Oh, je bent eigenlijk iets te jong voor Janina, maar goed, dat is... Nee, dat maakt me geen... Nee, nou, ik denk dat Janina ook niet klaagt. En in de buurt van... En dit weekend beschikbaar? Ja, waarom niet? Nou, jawel hoor. We zijn klaar. We gaan het regelen en dan horen we volgende week donderdag hoe het geweest is. Even wachten, hoor. Dan moet je wel even mijn telefoonnummer hebben natuurlijk. Ja, moet je even aan de telefoon... Jij dan aan... Ja. Wat zegt u? Nee, we gaan het eventjes backstage regelen. Dus ik verbind je even door naar de Blind Date redactie. Oké dan. Ja, blijf hangen hè. Ik blijf hangen. Okido. Mevrouw Bijvoet. Ja. Hallo. U mee? Ja. Hallo, goedenavond. Dag. Ja, nou, ik heb eens een keer een antwoord op een vraag. Nou, wat mooi. Ja. Nou, dat gaat over die veters. Oh, dat is grappig, dat mevrouw Bijvoet dat weet. Ja, ja, ik ben Mariette overigens, hoor. Ja, oh, fijn. Ja. Vertel, ja, Mariette. Ja, nou, het is natuurlijk helemaal eenvoudig om dat aan de telefoon uit te leggen, hoe je een veter strikt zonder dat het losgaat. Maar misschien lukt het toch. Doe een poging. Als je een veter strikt... Dan doe je bepaalde handelingen, hè? Ja, nou, lusjes en zo. Moet je eigenlijk die laatste handeling, het laatste wat je doet, dat is die lus door het gaatje halen. Wacht even hoor. En dus je strikt hem eerst de knoop. Ja. Hè? En dan sla je hem een keer om. En dan haal je die lus, die haal je erdoor. Nou, die laatste handeling, die moet je twee keer doen. Achter elkaar. Oh, dus kan dat? Dus je moet niet één keer erdoor halen, maar die lus die moet je er twee keer doorhalen. Oh. En dan trek je pas de strik plat, zal ik maar zeggen. Als je dat doet, gaat hij nooit los. En als je hem los wil hebben, gaat hij even makkelijk los als een gewone strik, zal ik maar zeggen. Als je maar één keer erdoor... Kijk, het is natuurlijk een briljante oplossing als je veters lang genoeg zijn. Maar de vraag blijft nog steeds waarom die rechterveter altijd losgaat en de linkerveter niet. Nee, maar ze moet ze gewoon allebei zo doen. Dat is natuurlijk sowieso... Dat ik dat gezegd heb tegen mensen die bijvoorbeeld gymschoenen dragen en die sporten. Want dat is altijd hetzelfde. Eén van die twee gaat los... Dat ligt aan je manier van lopen, denk ik. Of aan je manier van strikken. Of ik weet niet waar. Nee, maar ik denk toch dat het de hoek is waarin je strikt. Want je strikt natuurlijk. Ja, of je nou links... Kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Maar dat maakt dan verder niet uit. Of je linksom of rechtsom strikt. Nee. Maakt niet uit. Als je die laatste lus er twee keer door doet. Dus niet meteen aantrekken, maar nog een keer de doorgave. Ja. Dan gaat die niet meer los. Ja, maar het is natuurlijk zo dat je zou eigenlijk ook gespiegeld moeten strikken. Nee, het maakt niet uit. Nee, in dit geval niet. Dit is gewoon de oplossing. Het is ook zo. Dit is gewoon de oplossing, Mariette. Ja. Ja, we hoeven er verder geen woorden over te maken. Ja. Hartstikke goed, dankjewel. Bij allebei mijn voeten doe ik het altijd. En ik heb nooit losse veters. Hoppakee. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Het moest bij gymschoenen en sportschoenen zou het gewoon bij de verkoop erbij gezegd moeten worden. Zo handig is dat. Een soort gebruiksaanwijzing in de doos. Ja. Ja, maar ja, nu hoeft het niet meer, want het is op de radio geweest, dus het is klaar. Iedereen gaat voortaan dubbelstrikken. En het is bij nachtzuster geweest, ja. Dat weet iedereen. Klaar, het beurtbalkje en het dubbelstrikken. Dankjewel, Mariette. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Jan. Ja, dat ben ik waarschijnlijk. Dat zou heel goed kunnen. Zeg het eens, Jan. Ja. Ik had een vraagje eigenlijk van het zijn dat ik antwoorden niet kan horen af en toe bij jullie of bij u. Val je in slaap? Dat ik of... Wat? Val je in slaap? Of ik val in slaap of ik moet werken en dan mag ik niet meer...
Dan kan het niet meer. Mag je niet meer luisteren van de baas? Nee, ik mag niet officieel niet meer luisteren, nee. Nee, dat begrijp ik, ja. Nee. Dus, maar wat doe ik met die antwoorden die ik nooit gekregen heb? Ja, wat een toestand. Kan ik die ergens terugvinden? Nou, je kunt natuurlijk altijd terugluisteren. Ja, dat is alweer van weken geleden natuurlijk mijn antwoord. Nee, maar dat kan. Je kunt alles terugluisteren nog van weken terug via Nachtzuster. Even kijken, via omroepmax.nl/nachtzuster. Maar ook via YouTube en ook via... Ja, maar dat wordt te ingewikkeld voor mij, hoor. Oh. Ja. Maar wat wil je dan? Wil je dat ik je voortaan even bel? Oh, dat zou hartstikke leuk zijn. Dat we het nog even de volgende dag... Dat ging over een vraag. Ja. Maar, sorry. Nee, kan. Dat ging over een vraag over waarom de daken in Oostenrijk platter waren dan over het sneeuw afschuiven. Dat heb ik nooit begrepen en ik ben er nooit achter gekomen. Het is best wel heel lang geleden dit, hè? Ja, ik weet het nog. Maar dit is echt, ik denk wel een half jaar geleden. Ja. Ja, dat wordt lastig. Ja, nee, want dan krijg je dus dat je ook nog moet weten in welke uitzending het was. Ja. Oh, hier. Hier, ik heb het. 10 januari. Ja? Ja. Kan je dat zo snel zoeken? Ja, ik ben zelf ook verbaasd. Jan Flippo, Daken, Oostenrijk, Zwitserland. Ja? Maar ja, dan weet je nog niks. Nee, dan moet je de uitzending van 10 januari terugluisteren. Oh. Okay. Nou, voor deze ene keer. Wat was de vraag ook alweer? Waarom de daken plat waren terwijl juist daar sneeuw erop komt te liggen, toch? Ja. En volgens mij was het antwoord dat het juist zo goed... hoe heet het ook weer? Isoleert. Ja. Ga je nou zelf het antwoord geven? Ja? Ja. Is dat het antwoord? Ja. Tenminste, dat herinner ik me van 10 januari. Dus ook al even geleden. Een halfjaartje. Ja. Maar als hier een keer een pleersbui is op een plat dak... dan stort het in elkaar. Ja. Dus de bouwconstructie niet goed? Dat wil ik niet meteen zeggen. Maar ik weet het niet meer. Het is even geleden inderdaad. Nou ja, laten we hem dan gewoon... Dan openen we hem voor deze ene keer. Normaal doe ik dat niet. Nee, dat vroeg ik. Ja. En dan denk ik... Dan vraag ik me af ook over dat linksvoetige... Of waarom die rechte veter losgaat... Zouden mensen die linkshandig zijn... Ja. Hun veten... Aan de andere kant. Losgaan. Nou, dat denk ik dus wel. Ik denk toch dat omdat je niet... De Mariette die wuifde. Nou ja, die vond het niet interessant. Maar ik denk toch, doordat je niet gespiegeld strikt... dat je dus dat je hoek anders is. Ja, dat je dus... misschien dat iemand die... Die linkshandig is, dat die de veter hier los gaat of zo. Ja, andere veter. Nou, ik denk dat lijkt me helemaal niet onlogisch. Ja, dat is maar een antwoord die ik maar verzin hoor. Er zit helemaal geen logica achter. Nou, vind ik best wel goed. Nou, Jan, in ieder geval kun je alle uitzendingen terugluisteren. Vooral die van 10 januari. En als er nog iemand wil bellen over die daken... dan kan dat via 0800-1121. En de strikvraag, die vink ik nu af. Dat is een strikvraag, dat vind ik ook... Oh, ja, dat ging per ongeluk. Ja, ik ben zelf ook onder de indruk. Goed, Jan, bedankt, hè? Hey. Dag. Dag. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken om weer een nieuwe vraag te stellen. Of, eens even kijken, die vraag van Marcel over de sponsoring te beantwoorden. Dit is Paul Simon op Radio 1. En Diamonds on the Soles of Her Shoes. Met of zonder veters. Memo, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Hi. Ik had een vraag. Ja. Maar is wel van juridisch, karakter. Oh, dan kan Ruben mooi straks bellen. Die weet alles van juridische alles.
Ja. Oké. Okay. Wij weten allemaal dat jij kan kinderen adopteren en over die soort zaken. Maar ik vraag me, kun jij volwassen mens adopteren? Wil je geadopteerd worden, Memo? Nou, niet per se, maar die vraag komt bij mij in, zeg maar, ik wil wegvragen, kun jij die juridisch regelen dat je kan volwassene mensen adopteren? Wauw, volgens mij kan dat niet. Maar waarom? Nou ja, omdat in adoptie zit volgens mij iets besloten dat je voor iemand zorgt. En op het moment dat iemand meerderjarig is, hebben we volgens mij met elkaar afgesproken dat je geen zorg meer nodig hebt. Hoewel dat in sommige gevallen natuurlijk helemaal niet waar is. Dus volgens mij is er nergens geregeld dat mensen die na hun 18e nog zorg nodig hebben, geadopteerd. Nou, misschien ook wel. Want ja, die mensen zijn er natuurlijk wel. Die argumentatie kan wel gebruiken dat je niet kan adopteren, maar is ook anders, zeg maar, te formuleren. Dat je hebt ook volwassene mensen die, zeg maar, zorg hebben nodig en die zijn alleen en zo. Dus iemand, zeg maar, een oudere stel die behoefte heeft aan iemand te helpen, kan wel die persoon adopteren of niet? Ja, adopteren kan volgens mij niet, maar er zijn volgens mij wel andere. Want als bijvoorbeeld een ouder iemand heel erg vergeetachtig wordt en die kan niet meer vertrouwd worden in dat hij zijn rekeningen wel betaalt en dergelijke, dan is er wel een regeling mogelijk. Ja, maar toch die adoptiewet, zeg maar. Ja, het gaat bij jou om adoptie, begrijp ik. Dat brengt jou direct in familieverband met iemand, toch? Oh, dat is helemaal mooi, ja. Soms is die wet ook positief, zeg maar. Ja, nou ja, ik zit even over na te denken, want kun je... Misschien is dit een gekke vraag, maar ik wil toch die vraag stellen. Het is eigenlijk is de vraag een beetje, kun je wettelijk familie van iemand worden die geen familie van je is? Nou, nee, dat niet. Familie is breed begrip. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi gegeven, ja. Jij kan van iemand oom zijn of tante of zo, maar adoptiekind als volwassen kun je ook mogen worden of niet? Ja, ik heb geen idee. Ik denk het niet. Maar ik weet er niks van, dus ik zeg 0800-1121. Dankjewel, Memo. Ik bedank ook voor de tijd. Graag gedaan. Goeienacht nog. Tot ziens. Dag. Jan Kuipers, goeienacht. Hallo. Ja, sorry. Kriebelhoesje. Ja. Ja. Het gaat om het volgende. Ik zou graag een contactadres willen hebben van Suarez. U weet wel, de man. Ja. Ja. Ik heb namelijk een goed idee voor die man. Je hebt een doorbijter nodig. Ja, nee. Ik zou hem willen aanraden. Ja. En dan mag ik mijn telefoonnummer doorgeven, want ik krijg hem toch niet te pakken. Nee. Hij contact moet zoeken met de NCFV. Dat is dan virtueel bedoeld. Ja. Maar die zoeken namelijk een man, een hoofdpersoon, voor een nieuwe serie. En die heet Man bij het Man. Dat wil ik even zeggen. Ja, hij staat genoteerd, Jan. Dankjewel. Ja? Oké. Ja, ik sms het even naar Suarez zo dadelijk. Doe het even en dan geef mijn telefoonnummer door. Hè. Ja, doe ik. Misschien belt hij terug om te bedanken. Ja. Zo. Dag. Hey, dag. 0800-1121. Michiel. Hi, goedenacht Astrid. Hi. Hi. Voordat ik bij mijn vraag kom, ik wil even gezegd hebben, ik ben 18, dus ik denk niet dat ik echt binnen de doelgroep val. Nee, nou sorry, dan maar moet ik ophangen, want ik ben van de Omroep Max. Dan kunnen we niet aan beginnen, Michiel. Maar ik vind het echt een heerlijk programma, dus dat wilde ik even gezegd hebben. Dankjewel. Zit gewoon de gemiddelde leeftijd naar beneden te kelderen. Ja, met een stukje, ja. Ja. Nee, goed, ik luister met heel veel plezier iedere week. Maar waarom ben je dan wakker om 6 minuten voor 3?
Kom je, je kom, klinkt ook niet alsof je uit de kroeg gerold komt. Nee, nee, dat was gisteren. Oh. Dan is er geen nachtkust natuurlijk. Nee, ja. Nee, ja, geen idee eigenlijk. Oh. Ik was wakker en als ik wakker ben dan luister ik, dat vind ik leuk. Nou, dat wordt gewaardeerd. En waar belde je over dan? Nou, er was een paar maanden geleden alweer was er een vraag. Dat ging over waarom mensen in lijnbussen geen gordel dragen. Mm-hmm. En daar was ook een antwoord op. Volgens mij had dat te maken met dat je meestal maar een paar minuten in zo'n bus zit. Oh. Maar laatst zag ik dat een buschauffeur in zo'n lijnbus vaak ook zo'n gordel draagt. Oh. Ieder wel een stukje langer in zit. Dus ik denk, hey, dat is een vraag voor de nachtzuster. Ja, ik heb daar wel eens naar zitten kijken. Want die buschauffeur, die zit, het lijkt wel alsof die in een soort cockpit zit. Hè? Die zit niet zoals wij gewoon in de auto zitten. Maar die zit eigenlijk helemaal een soort van ingebouwd in zijn stoel. Met alles zo eromheen. Dat ik vraag me af dat als je met een bus vol op de rem moet gaan staan. Dan vliegt hij volgens mij niet door de voorruit, of wel? Nee, maar het is juist wel zo. In een auto dan heb je de motor voor je. En dan heb je die kruikzone, geloof ik. En een buschauffeur die zit meteen voor het glas. Ah. Die zit wel weer dichter bij een muur, zeg maar. Mocht hij er tegenaan rijden. Oh, jasses, ja. Ja, dus ja, dat vroeg ik me spontaan af. Oké, dus draagt een buschauffeur geen gordel? En zo nee, waarom niet? Ja, precies. Okido, nou dat moet lukken. 0800-1121. Ik ga het proberen, Michiel. Dankjewel voor je vraag. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Peter Bolhuis. Ja, dag Astrid. Hallo, zeg het eens. Hoi. Ik heb denk ik een antwoord voor Marcel op zijn vraag hoe dat met die sponsorlopen et cetera gebeurt. Ja. Een collega van mij die heeft vorig jaar meegedaan aan met een groepje van vier collega's hebben meegedaan aan die Alpe d'Huez. Ja. En bij hen was het zo dat zij 2500 euro per persoon moesten overmaken naar die organisatie van Alpe d'Huez. En dan zelf dus via sponsorgelden dat bedrag weer terugkrijgen. Dus vooraf betalen. Echt? Maar dat je niet... Oh, maar Als ik abuis ben, dan bij deze vooraf mijn verontschuldigingen. Maar ik geloof vast dat ik het niet abuis ben. Nee, maar ik qua organisatie zou ik dat ook wel heel goed snappen, dat de constructie is. Ja. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat als je dan een van die mensen bent die met zo'n sponsorfietstocht enorm veel geld ophaalt, dat je dan eigenlijk nog een half jaar de pineut kunt zijn om al dat geld weer van iedereen te krijgen. Ja, ja. Hmm. Ja. Nou ja, kijk, er gaat ook een heel lang traject aan vooraf natuurlijk. Hè. Meestal is het al bekend dat je bijna een jaar van tevoren, mensen moeten ervoor trainen en zo. Mm-hmm. Dus ondertussen kunnen ze al die mensen benaderen natuurlijk, al voordat ze 1 meter gefietst of gelopen hebben. Ja, maar ja, ik bedoel, je gaat natuurlijk niet al betalen voordat diegene 4 keer, zoals beloofd, die al op de Alpe d'Huez opgefietst is. Ik heb toen zelf ook een bedrag overgemaakt. Ja. Ja, dat maakt mij eigenlijk niet uit hoeveel ze naar boven of naar beneden gingen. Ja. Dus ja, ik heb dat toen wel direct... overgemaakt. Nou ja, dat is wel sympathiek. Nou, ik vind dat wel belangrijk dat jullie dat doen. En, ja. Totdat je natuurlijk achteraf dat gezeur met die Alpe d'Huez organisatie hoorde. Ja. Ja, dat heeft ook natuurlijk weer een... Daar had ik wel wat vraagtekens, maar goed. Ja, is ook, ja en, maar uiteindelijk is het... al die discussies eventjes terzijde. Maar ja, nog steeds gaan er natuurlijk altijd de bedragen de goede kant op. Ja. Dus dat is dan in ieder geval weer meegenomen. Nee, maar ik zit meer te denken aan vroeger inderdaad die sponsorlopen. Dat je dan uiteindelijk, weet je wel, dan had de buurvrouw gezegd van... ik geef een kwartje per kilometer... En dat je moeder dan uiteindelijk toch die 2 gulden maar gaf. Omdat anders er veel te veel gedoe is om het allemaal weer op te halen. En dit gaat natuurlijk om grotere bedragen. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. Maar goed, van tevoren dat betalen, maar, dat is op zich wel slim. Die organisatie die wil zich natuurlijk verzekeren van hun inkomsten. Dus ja, maar dat, ik kan zitten wachten.
Dat snap ik, maar ik kan me ook voorstellen dat als je iemand bij zo'n run sponsort, dat je dan niet van tevoren gaat betalen. Want dat sommige mensen wel daadwerkelijk willen dat die eerst die run gerund wordt. Gerend. Ja. Goed, maar in ieder geval dit voorbeeld hebben we binnen. Laat ik hem nog heel even openstaan. De vraag misschien dat er nog iemand een aanvulling heeft. Dankjewel, Peter. Oké, graag gedaan. 0800-1121, dat blijft dus het nummer dat je kunt gebruiken om een antwoord door te geven. Ook dus over dat sponsoringverhaal. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Een mailtje kan ook altijd even, hè? nachtzuster@omroepmax.nl. Maar het snelste, blijf bellen naar 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Meneer Dingemans. Ja, Astrid. Hallo, zeg het eens. Hallo. Ik heb nog een aanvulling op de sponsortochten. Ah, mooi. Ik ben vorig jaar betrokken geweest bij To Bike voor Alzheimer. Ja. Dat is een tandemtocht van 400 kilometer in 24 uur. Ja. En de bedoeling is dat teams zich vooraf opgeven. Die betalen een bepaald bedrag. Ik meen dat het vorig jaar €300 was. Mm-hmm. En zij verplichten zich om minimaal €3000 aan sponsorgeld bij elkaar te brengen. Dat gaat via de website van To Bike voor Alzheimer. Ja. Daarin kunnen mensen die willen sponsoren, kunnen aangeven welk team dat ze willen sponsoren. Die laten hun naam, adres achter en het wordt gelijk van hun rekening afgeschreven. En dat gaat rechtstreeks naar de organisatie To Bike voor Alzheimer. Oké. Dus op het moment dat je dan aangeeft van nou, ik ga iemand sponsoren en diegene die krijgt een lekke band, wat dan? Dan wordt hij geholpen door een bandenmaker. Maar als iemand afstapt? Iemand die afstapt, die rijdt toch niet uit en die heeft dan toch al zijn geld gesponsord. Ja, maar dat is niet eerlijk. Dus, nou, het is ook eigenlijk niet hetzelfde als zoals vroeger op de school was, op de lagere school. Voor iedere kilometer krijg je een gulden of een kwartje. Maar het is zo, je sponsort het team wat mee wil doen aan die tocht. Ja, je beloont eigenlijk al iemand voor de inzet. Ja. Ja, en het is, omdat het dan toch voor een goed doel is, ga je ervan uit. Als sponsor ga je ervan uit dat het team het wel zijn uiterste best doet om het te halen. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, maar dan is, en dat is natuurlijk heel vaak met dit soort dingen, maar dan is eigenlijk het evenement meer een soort onderstreping van de actie dan dat het nog een gesponsorde bezigheid is. Ja, nou, het is een gesponsorde bezigheid, maar het is wel zodanig dat de organisatie wel voldoende geld binnenkrijgt. Ja, dat is ook eigenlijk natuurlijk het belangrijkste. Ja, net als vorig jaar is er bij To Bike for Alzheimer ruim €73.000 binnengekomen. Mm-hmm. Er zijn een aantal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Die krijgen dus ook echt werkelijk geen euro uitgekeerd. Nee. Niet voor reiskosten, niet voor telefoonkosten of wat dan ook. Het volledige bedrag is vorig jaar overgegaan naar een onderzoek voor deep sequence. Kijk. Dus, dat is iets specifieks voor Alzheimer. Mm-hmm. En dat moest gewoon goed onderzocht worden. Dit jaar gaat het bedrag naar onderzoek voor bloeddrukverlagende middelen. Ja. Omdat je tegenwoordig ziet dat er steeds meer door verhoogde bloeddruk de vasculaire component... De vasculaire component, dat wordt ingewikkeld hoor. Ik heb wel een beetje een beeld. Maar ik denk van mijn bloeddruk. Ja, maar ik zit een beetje te denken, want net als hier met dat fietsen voor Alzheimer. Het fietsen heeft natuurlijk helemaal niets meer met Alzheimer te maken. Het is meer... In zoverre, dit fietsen dus wel. Hmm. Want, omdat je met z'n tweeën fietst. Ja, het is duidelijk gekozen om met een tandemtocht te fietsen. En daarin willen we ook laten zien dat mensen met dementie
gewoon hulp nodig hebben. Dat hij het alleen niet kan. Ja. En ik vind de titel dan To Bike voor Alzheimer wel heel erg mooi gevonden. Ja, dat is kijken hoe wat bekt het best, hè? Ja, nou, het bekt goed. Ja, dat in ieder geval. Ja, nee, oké. Okay. Zeg hartelijk dank, meneer Dingemans. En succes met het project. Ik graag gedaan. Okay. Dag, dag. Dag. 0800-1121. Weri, goeienacht. Hallo? Ik hoor iemand ademen, dus mocht je nu zitten te wachten, zeg dan even hallo. Hallo. Is iemand in slaap gevallen, hoor. Het is zo het nadeel van een nachtprogramma. Ja, hoor. Ach. Duidelijk ook een beetje verkouden. Heerlijk, wat een rustgevend geluid eigenlijk. Hallo, Weri? Word eens wakker. Weri? Nou, ik zet hem even in een box apart. Misschien dat er zo dadelijk nog een land mee te bezeilen is. Kees-Jan, goeienacht. Goeienacht, met Kees-Jan. Ah, dat klinkt wakker, zeg. Ja, ik ben wel wakker. Ja, nou ja, dat is ook altijd maar de vraag. Kees-Jan Visser, ik zag in de mail voorbij komen dat jij ervaring hebt met het in ieder geval de mogelijkheid om of de poging om een volwassene te adopteren. Hoe zit het? Niet strikt met adopteren, maar wel met erkenning. Ja. Ik had destijds een relatie met iemand en die had een zoon uit een eerdere relatie. Mm-hmm. En die zoon was niet erkend. En toen heb ik overwogen om die zoon te erkennen. Ja. En toen heb ik ook gekeken in hoeverre het kon als hij al volwassen was. En dat is dus wel mogelijk. Maar dat is natuurlijk iets anders, want dan heeft de ouder, natuurlijk ouder heeft het natuurlijk niet erkend. Nee, ja. Oh ja, precies. Ja, ik zat even te denken, wat is het verschil? Maar, erkenning is echt dat je zegt van, je bent een natuurlijke ouder, ook al ben je dat niet. Dat maakt op zich niet uit. Ja. Je kunt gewoon zeggen van, hé, ik ben wel de ouder. Ja, dan neem je het over, zeg maar. Neem je het over. Dan heeft de vader nooit gezegd van, ik ben de vader. Mm. En dan kun je alsnog zeggen van, hé, ik ben de vader. Ja. Dat is misschien wel een beetje vreemd, want je bent natuurlijk formeel nooit de natuurlijke vader geweest. Maar eigenlijk zeg je dan met terugwerkende kracht, ik ben de natuurlijke vader. Oké, ja. Maar dan krijg je dus wel een echte ouderband. Dus dat was de reden. Ja. Hè? En dan kun je ook tot je 21ste ben je dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de financiën en dergelijke. En dan heb je ook een zorgplicht. Oké, maar kun je ook dan iemand na zijn 21ste nog erkennen? Ja, erkennen kan gewoon volgens mij gewoon tot altijd. Als diegene tenminste niet al erkend is. Nee, precies. Dat is wel voor. En bij adoptie, daar is het wel wat anders. Dat heb ik toen ook wel uitgezocht. Mm. Dat is in principe niet mogelijk bij meerjarigen. Alleen maar, er zijn wat uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld je leven lang in een pleeggezin hebt gewoond. Ja. En je wil het vanwege toch een soort familieleven, dan heeft de rechter dat een paar keer toegestaan, weet ik. Oké. Maar op basis van Europese rechten heb je een recht op familieleven. Dat is ook waarom mensen bijvoorbeeld naar Nederland mogen kunnen komen vanwege gezinshereniging. Okay. Heeft de rechter soms uitzonderingen gemaakt. Maar in principe zegt de Nederlandse wet dat je minderjarig moet zijn voor adoptie. Zeg maar, nou zeg jij, ik had een relatie met iemand die al een kind had uit een vorige relatie en je overwoog toen te erkennen, maar daaruit concludeer ik dat die relatie inmiddels over is. Ja, klopt. Dus ik heb het ook niet gedaan destijds, maar ik ben toen wel serieus mee, heb ik het overwogen. Ja, dat lijkt me helemaal ingewikkeld, want dan heb je iemand erkend die eigenlijk niet je eigen kind is en dan vervolgens gaat de relatie maar goed. Dan kun je natuurlijk altijd nog wel... Ja, maar dan kun je nog steeds voor kiezen om wel ten opzichte van het kind of die rol te vervullen als ouder. Dat kan natuurlijk altijd. Ja. Dat was ook wel mijn idee, dat ik het los van de relatie wou doen. Ah, oké. Okay. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, maar goed, dat waren andere redenen. Ja. Maar, Goed, ik duidelijk is geworden. Heel duidelijk, ik vink ook deze weer af. Dankjewel. Ja. Oké, bedankt. Goeienacht. Ach. Ja, wat Kees-Jan deed, die stuurde ook even een mailtje. Soms lukt het niet om de telefonisch door te komen. En als je dan een mailtje stuurt naar nachtzuster@omroepmax.nl, dan kunnen we eventueel even terugbellen. Dat kan ook nog. Henk de Bruin, goeienacht. Ja, goeienacht.
Zeg het eens, Henk. Ik bel even over die vraag over die buschauffeur zonder gordel. Ja. Nou, het is zo. Een buschauffeur in het openbaar vervoer hoeft geen gordel om. En waarom niet? Ja, dat is eigenlijk ontstaan omdat men denkt dat als er wat gebeurt in de bus, dat die buschauffeur er snel uit kan. Oh. Bijvoorbeeld een taxichauffeur hoeft bijvoorbeeld ook geen gordel om. Oh. Dus als hij wordt aangevallen, dan kan hij er snel uit. Als die wordt aangevallen ook, de buschauffeur of de taxichauffeur, of allebei, ja. Ja, precies, ja. Maar ik ben zelf touringchauffeur, dus ik rij op een ander soort bus, maar wij moeten hem dus wel om. Ja. Dus het is een beetje krom allemaal, want ja, bij ons in de bus kan net zo goed wat gebeuren. Ja, maar er wordt ook gedacht dat je in een openbaar vervoerbus, zeg maar, ook minder vaak zo hard rijdt, toch? Nou, ik denk dat het juist andersom is. Oh. Dat ze juist veel harder rijden dan een tourbus. Oh. En vooral in de stad veel optrekken en hard optrekken en hard remmen. Mm. Dus ik denk dat het juist vooral voor de passagier juist belangrijk is dat ze in een openbare vervoerbus wel een gordel dragen. Maar goed, het is zo. Ja. Bovendien zitten ze vaak, nou dat zie je zelf ook wel, zitten ze vaak bol op dat de schoolkinderen zelfs op het dashboard zitten voor bij de chauffeur. Nou ja, ik kan het echt helemaal nergens op slaan, maar ja. Ja, gaat het nooit mis dan? Ik hoor daar nooit iets over. Gewonden bij... wat zeg je? Totdat het een keer fout gaat, hè? Het gaat een keer fout en dan komen de acties natuurlijk. Hmm. Maar vooralsnog, ik zit zelf in het noorden. Ja. En als je dan in Groningen ziet, soms met die schoolkinderen bij het station, dan zit echt zo'n bus helemaal bomvol. Ja. En ze hoeven geen gordel om, ze staan overal. En ik vind het echt een hele linker zaak. Maar ik ben niet de wetgever natuurlijk. Nee, maar goed, ze hoeven dus geen gordel om. Dat is het antwoord in ieder geval op... Precies, wat jij zei over het bakje waar ze dan in zitten, zo'n beschermd hakje. Ja. Ja, dat is dus ook voor bescherming tegen de passagiers, maar niet tegen hun eigen veiligheid natuurlijk. Want als ze tegen een boom gaan met die bus, dan gaan ze wel door de vooruit. Ja. Hmm. Ja. Nou, laten we hopen dat het niet te veel gebeurt. En ik vind ook dat beschermen tegen de passagiers, daar word ik ook een beetje griezelig van. Maar het gebeurt natuurlijk. Ja. Dankjewel. Maar Henk, jij bent touringcarchauffeur. Heb je ook wel eens dat je denkt van, ik zet je eruit? Nou, over het algemeen hebben wij 65-plussers. Ik kom nu net bij de Soldaat van Oranje vandaan. Nou, daar kunnen ze ook behoorlijk uitgelaten van worden, hoor. Ja, meer onder de indruk. Maar in ieder geval, ik had van een week al een paar schoolreisjes met kinderen. Ja. Nou ja, niet dat die bedreigend zijn, maar die hebben al enorm veel kabaal. Maar goed, daar zou je meer aan oordopjes moeten denken dan aan een beschermende... dan een gordel. Ja, dan een gordel. Ja, eigenlijk wel. Nee, voor de rest hebben wij daar eigenlijk nooit geen last van. Ja, maar jij hebt natuurlijk overwicht, denk ik. Ja, dat ook wel, tuurlijk. Ja. Maar, in openbaar vervoer, daar staat iedereen maar in. En bij ons, wat dan van vooraf besproken met naam en... dat soort dingen en een telefoonnummer erbij en dan stapt men ergens op. En je weet precies wie het is en waar die vandaan komt. En het openbaar vervoer stapt iedereen zomaar in, hè? Ja. Dat is ook niet het verschil. Ja, dan weet je inderdaad nooit wie het geweest is als er iets misgaat. Okay. Nee. Maar de vraag van Michiel is beantwoord. De buschauffeur hoeft geen gordel om. Dankjewel. Ja, oké. Goeienacht. Rij voorzichtig. Hoi. Jo. Hans. Dag, met Hans. Dag, Hans. Hoi. Met Hans Arendt. Dag Hans. Hey. Zeg het eens. Ik heb een rare vraag. Waarom Radio 1 de luisteraar zo in de steek laat? Wat? Waarom Radio 1 de luisteraar zo in de steek laat? Welke? Wie? Wie hebben we in de steek gelaten? Nou, ik ben ZZP'er. Ja. Ik zet 's morgens... Dan zette 's morgens de radio op Radio 1. Ja. En dan hoor ik Marcel Oosten met, weet ik veel, hoe heet ze? Frederik de Jong. Wens, maar, weet ik niet meer met wie ze nu is. Frederik de Jong. Ja, klopt. Ja. Dan hoor ik
de KRO-NCRV. Ja. Precies met dezelfde onderwerpen. Oh. Dan hoor ik Felix en Willemijn. Wat ik trouwens wel een ongelooflijk goed programma vind. Maar ja, dat is gewoon een kopie van BNN Today van vroeger. Hm. Dan hoor ik Tros, Afro weer met dezelfde onderwerpen. En Lara Rensen weer met dezelfde onderwerpen. Maar de vraag is dus waarom we eigenlijk te veel hetzelfde nieuws behandelen. Nou, ik weet niet of je het meegekregen hebt met de laatste keer met die rare voetballer. Suarez? Ja, precies. Ja. Nou, ik hoor de hele dag gewoon niks anders. Maar is het dan niet zo, ja, ik weet het niet hoor, maar is het dan niet zo dat de verschillende omroepen het proberen vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde nieuws te benaderen? Nou, dat hoop ik dan, dat ze dat willen. Maar dat bleek er niet uit. En ze vinden het allemaal schandalig. Oh. En daar ga ik mezelf niet eens een mening over geven. Oh. Maar ze vinden het allemaal verschrikkelijk en ze vinden het allemaal ontzettend. En ze vinden allemaal dat hij voor zijn hele leven geschorst moet worden. Oh. Ja, en verder voor de hele dag hoor ik er niks anders. Volgens mij is het niet een vraag, maar meer een puntje van kritiek. Dus ik zal gewoon even een interne memo sturen. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Nee, maar ik krijg nooit een antwoord op. Nee, maar want jij kunt niet een interne memo sturen. Oh, sorry. Maar ik wel. Ja, precies. Dat kan ik niet. Dus ik doe dat. Oké. Okay. Ik neem het mee in de redactievergadering. ik weet niet of ik nou heel veel in de melk te brokkelen heb, maar ik kan het al licht proberen. Dankjewel, Hans. Wat vind je er zelf van? Wat ik van dit gesprek? Nou, gewoon over mijn mening. Ja, het probleem is, het is een mening. Ja, nee, dat snap ik. En dat betekent... Kijk, vind je als... het zelf ook niet af en toe... Nee, dat vind ik zelf niet. Nee, oké. Nee, want ik denk, ja, kijk, het nieuws van de dag, kijk, Suarez, dat is iets waar mensen inderdaad allemaal een mening over hebben. En het is iets waar enorm veel over gesproken wordt. En ik kan me heel goed voorstellen dat de ene omroep ervoor kiest om de discussie aan te gaan met de luisteraars. Bijvoorbeeld waarom wat voor straf daar tegenover zou moeten staan. En een andere omroep er weer voor kiest om te onderzoeken of er meer geweld is in het voetbal. Ik roep maar wat. Kijk, voor mij is het niet zo dat als een onderwerp eenmaal 's ochtends vroeg behandeld is, dat het in het middagprogramma niet meer behandeld mag worden. Dus wat dat betreft, ja, ben ik het misschien niet helemaal met je eens. Okay. Maar goed, ik vind altijd dat de mening van iedereen ertoe doet. Dus we kunnen het in ieder geval eventjes ons realiseren dat er misschien, dat weet ik niet, maar misschien niet genoeg communicatie is tussen de verschillende omroepen en de redacties. Ja, nee, dat zou kunnen. Dus ik gooi het in de groep. Oké. Okay. Hey, ik was een frequente Radio 1 luisteraar. Ik schakel tegenover naar de BBC en de... Auw, mijn hart. Sorry? Dat wil ik niet zeggen tegen mij. Ja, nee, ja, maar dat is wel de consequentie van jullie beleid. Ja, maar nou voel ik me een beetje... Nou goed. Maar nee, het spijt me. Ik zal proberen er iets aan te doen. Maar ik kan niks beloven. Hé, hey, lijkt me tof. Oké, dankjewel hè. Dag. Hi. Charlotte. Ja, hallo Astrid. Dag. Ik wilde waarschijnlijk ten overvloed nog even antwoord geven op die pijnstillers. Ja. Nou, zo'n pijnstiller, je hebt dan verschillende soorten voor verschillende pijntjes, de zware en de lichte. Hmm. Maar een pijnstiller bevindt zich in het gehele lichaam en doet dan wel specifiek de werking waar het nodig is, waar je die pijn hebt. Hmm. Maar het bevindt zich door het hele lichaam. Daarom moet je ook altijd een beetje spaarzaam zijn met pijnstillers, omdat het natuurlijk ook niet erg gezond is om heel veel pijnstillers zomaar te slikken. Hè. Ze zijn eigenlijk wat mij betreft veel te gemakkelijk verkrijgbaar, want er zijn zoveel nevenverschijnselen die er optreden bij pijnstillers. En dat weten doorsnee mensen weten dat gewoon niet. Hè? Die slikken maar bij elk pijntje en dat kan eigenlijk ook niet. Maar je verdooft dus eigenlijk ook de delen van je lichaam waar je geen pijn hebt op dat moment. Nou, dan moet je wel hele zware middelen. Nou ja, maar of goed, je... Ja. Maar weet je, als jij geen pijn hebt,
verder in je lichaam, alleen heel specifiek op een bepaalde plek. Kijk, waar je geen pijn hebt, heb je geen pijn. Maar het, kijk, het, elk medicijn wat je ook naar binnen werkt, heeft altijd nevenverschijnselen. Nou ja, en niet altijd, toch? Jawel, zelfs medicijnen, medicatie die je dus moet slikken vanwege bepaalde gezondheidsproblemen. Ja. Die hebben ook zelfs een nevenverschijnselen. Maar ja, daar moet je dan op een gegeven moment de patiënten mee leren leven en leren omgaan en zo. Je hebt ook medicijnen waar je wat... bijvoorbeeld, er zijn mensen die slikken beta-blokkers, onder andere voor de bloeddruk. Maar die worden vaak weer heel erg moe en een beetje slomer. Maar ja, dat is dan weer... het alternatief daarvan. Je moet dan een keuze maken. Hè? Mm-hmm. Wat is bedreigender? Die hoge bloeddruk, om nog maar even een voorbeeld te noemen. Of dat je je wat slomer en moeer voelt. Nee, daardoor. Dat is logisch. Alleen ja, ik vraag me nog steeds af of het nou zo is dat... als je een pijnstiller slikt, dan is die erop... dan is het doel van die pijnstiller dat die de pijn verdooft. Juist. Maar stel nu dat ik hoofdpijn heb... En ik heb ook een beetje pijn in mijn rechter grote teen. Maar ik slik een aspirine tegen de hoofdpijn. Dan wordt dus mijn rechter grote teen de pijn ook gedempt. Ja, natuurlijk. Maar kijk, dus eigenlijk gaat hij gewoon inderdaad overal naartoe. Alleen je voelt overal, niet en bijvoorbeeld pijn in je teen en hoofdpijn, dat zijn dezelfde. Ja, het is niet dezelfde pijn, maar de graad van pijn is meestal hetzelfde als de hoofdpijn of de kiespijn. Weet je, dus dat, en dan slik je dus een paracetamol, want dat is dan altijd wat beter om te slikken dan een aspirine. Hmm. Dan slik je dat en dan weet je zeker dat die pijn verdwijnt of minder wordt. Ja. Dus je kunt vaak wel voor bepaalde pijntjes... die worden dan op een gegeven moment gelijktijdig bestreden. Hè? Maar als je weer een hele andere soort hele hevige pijnen hebt... na een operatie of zo... dan doe je dat niet met een paracetamol natuurlijk. Hè? Nee. Nou kijk, en dan heb je weer een zwaardere pijn bestrijden. Ja. Maar het komt overal. Oké. Duidelijk, Charlotte. Dank je wel. Nou, graag gedaan, Astrid. Goeienacht weer, dag. Ja, dag. Dat betekent wel dat ik flink aan het strepen ben hier. En dat ik eigenlijk niet zoveel openstaande vragen meer overhoud. Dus mocht je nog rondlopen met een vraag en die in de groep willen gooien, dan kan dat via 0800-1121. George Michael is dit. Tyra Tichelaar, goeienacht. Goedenacht, hallo Astrid. Ik heb toch nog een aanvullend iets over de hoofdpijn en de pijnstiller. Ja. Het is namelijk zo, ik weet niet de hele fysieke uitleg van spieren en zenuwen. Maar het is wel zo, pijn is iets wat niet goed is in het lichaam. Nee. En pijn geeft een signaal af. En het ontwikkelde pijnstiller reageert op dat signaal. Vandaar dat hij weet waar hij naartoe moet. Hè? Maar... Grijp je? Nee. Nou, pijn geeft een signaal af. Ja. Maar... En het ontwikkelde pijnstiller reageert op dat signaal. Ja. Nee, dat begrijp ik. Alleen reageert hij dan op alle signalen? Of alleen maar dat ene signaal? Het pijnsignaal, op elk pijnsignaal reageert hij. Niet op de gezonde delen. Oh. Het is een specifiek signaal van de pijn. Ja. Ik vind en het wel ingewikkeld. En daar reageert een aspirine of paracetamol op. Oké. Kijk, je kunt het ook in zenuwen en spieren verklaren. Dat weten medici, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar dit is me gezegd door de fysiotherapeut. En het was mij vrij helder. Ja. Wat ik nog kan toevoegen voor iemand die hoofdpijn heeft... Ja. Dat is voetenbad te nemen. Oh, dat klinkt heel onlogisch, hè? Ja, maar dat helpt. Oké. Als je hoofdpijn hebt, kan je rusten. Je kan sowieso een voetenbad nemen. Ja, dus dat mag. Dat is, ja, het kan nooit geoorloofd. Nee. Maar het kan zeer goed helpen tegen hoofdpijn. Nou, dat zijn nog eens tips. Dank je wel, Tyra. Oké, graag gedaan. Goeienacht. Fijne avond. Hetzelfde. Dag.
Christian? Ja. Ja. Nou, let op, komt hij aan. Ik heb hem nooit gehoord, volgens mij, in die show, hoor. Wat? Heb je nog nooit gehoord? Hoe komt het nou eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk? Stel, je, zeg maar, je rijdt met je vriendin of vriend of man in je auto en dan is het... Hallo? Hallo? Ja, ben je er nog? Nou, nee, ik was even weg, geloof ik. Oh. Ja, nog één keer, vanaf het begin. We rijden met onze vriend of vriendin of vrouw in de auto. Ja, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, niet echt, maar bij wijze van spreken, ja. Ja. En jij gaapt. Gaat gapen. Oh, ja. Gapen. Ja. Ja. Hoe kan het dan dat die ander dan ook gaat gapen? Maar Christian, moet dat per se in de auto of mag het ook tijdens een vergadering zijn? Nee, maar dit is meestal zo. Als je ergens bent, zeg maar. Ja. Jij ziet iemand gapen, dan gaap je ook. Uh-huh. Ja, nou, dat bedoel ik. Ja. Nee, nu speel je natuurlijk mee, maar ik vind het toch wel... het is echt zo. Ja, ik weet het. Het is enorm besmettelijk. Ja. Ja. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar die vraag kunnen we natuurlijk stellen. Ja, 0800-1121. Waarom is gapen besmettelijk? Toch? Ja. En nog even een klein mopje nog. Oh, een mopje, hoor. Ja, nou, een beetje grappig, hoor. Oh, dit is, moet je nooit, Christian, geloof me nu. Je moet nooit van tevoren zeggen dat een grapje grappig is. Want dan, dan leg je de lat zo enorm hoog. Oh. Goed, sorry. Nou, sorry dan, hoor. Ja, nee, het spijt me. Ja, nu haal ik alle lol eraf, hè. Nou, vertel maar gewoon. Ja. Maar het ging dus hierom. Weet jij wat cent betekent? Cent? Cent. Wat? Cent. Cent. Ja. Als in zeg maar een honderdste euro. Nou, gewoon cent. Weet je wel, C-E-N-T. Ja. Wat betekent dat? Een honderdste. Nee, Chinezen eten nasi. Snap je hem? Nee. Cent. C-E-N-T. Ja. Betekent Chinese eten nasi. En dan moet ik zeggen, en de thee dan? Die drinken ze daarna, zeg je. Ja. Volgende keer doe ik, beter mee, oké? Okay? Ja, nou, hartstikke bedankt. Oké, nou dag, Christian. Ik hoor het wel, doei. Doeg. Ik heb het echt zo voor me verpest. Ik heb 20 minuten zitten wachten voordat hij eindelijk op de radio kwam. Hij zit helemaal niet aan. Hij had zich er zo op verheugd. Sorry, Christian. 0800-1121. Carlo. Yo, hi. Hoi. Hoi. Zeg het eens, Carlo. Ik heb een vraagje. Ja. En ik dacht dat het misschien wel interessant was. Want we hebben heel vaak gehoord over mensen die gebeten worden op politiebureaus. Oh. Junkies en zo. En dan wordt die agent die wordt meteen helemaal doorgelicht. En dan worden de AIDS-testen en HIV-dingen en weet ik maar van. Hondsdol uitsprikken. Er kan altijd wat in de mond van iemand zitten. Je kan net zo goed met zijn tong hebben gebeten. Kijk, nu weten we van Suarez. Ja. Dat hij een heel leuk gezinnetje hebt en zo'n gemeentje van 15 met Montevideo, daar is hij mee getrouwd. Maar dat zegt natuurlijk niks. Dus ik vraag me eigenlijk af. Ja. En ik denk bijna niet dat een van de luisteraars, of die moet echt een beetje diep in die wereld zitten. Ja. Dat hij dat kan beantwoorden. Maar hoe wordt dat nou? Wordt dat ook allemaal bloed afgenomen en getest? En of die Kerlini nou wel AIDS heeft of zo? Of een of andere ziekte opgelopen heeft door die beet? Of die andere voetballers dat ook hebben gekregen? Want dat is toch eigenlijk wel heel frappant. Als je als junkie wordt opgepakt door de politie en je bijt een politieagent in de hand. Ja. Dan gaat er een schorsing en de politieagent die wordt naar het ziekenhuis gestuurd en wordt onderzocht. Maar hoe zit het nou in deze miljoenenwereld in elkaar? Ja. Want een beet is niet zomaar iets, hè? Dat snap je wel. Dat komt uit de mond en je weet niet wat er in de mond van die vent zit allemaal. Ja. Kwalijkheid. Ja.
Maar eigenlijk is de vraag, worden de slachtoffers van de bijtaanvallen van Suarez onderzocht of ingeënt of dat soort dingen? Ja, dat kun je ook pas na een aantal maanden eigenlijk onderzoeken, heb ik wel eens gehoord, als het om bepaalde ziektes gaat. Mm-hmm. En dat zijn toch wel kwalijke zaken. En wordt er daar dan ook onderzocht? Hè, want de junkie wordt hier dan wel onderzocht, wordt bloed afgenomen? Of, ja. Hè, nou, is het geval dat een junk op zich een relatief grotere kans heeft op bepaalde ziektes dan een topsporter? Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Nee, je weet het nooit. Je weet het nooit. Je weet ook... Nee, je weet het nooit. Nee. Kijk, een topsporter zal geen junk zijn, want die krijgt dopingcontroles. Nou, dat, nou ja. Dus, dat doe ik geen uitspraak. Ja, maar ik bedoel, qua andere aandoeningen, zullen natuurlijk ook bacteriën in zijn mond zitten. En hij kan op zijn tong bijten, er kan bloed in zijn mond zitten. Een voetballer met bloed aan zijn hoofd, vandaag ook weer, die wordt meteen van het veld afgedragen en ja. Die wordt verbonden. En dan is het 3 minuten met 10 man spelen, want er mag geen bloed in het veld rondslingen. Maar bijten, weet je wat er in de mond van die man zit? Ja, maar weet je, ja, dan ga ik waarschijnlijk iets heel raars zeggen. Maar er wordt bijvoorbeeld op kinderdagverblijven wordt ook enorm veel gebeten, hè? Ja, oké, maar die hebben ook geen seks nog. Nee, dat... En daar is de kans op HIV al wel wat minder. Tenzij de ouders een kind met HIV hebben, maar dat wordt waarschijnlijk bij de geboorte of op jonge leeftijd dan al geconstateerd. En dat is dan al iets kleinere kans, zeg maar, op dat soort aandoeningen. Want het gaat vaak om dat soort aandoeningen, hè. Waar je dan zorgen over zou kunnen maken. Ja. Nee, maar dat is vaak waar het om gaat, hè. Het gaat vaak ook, op politiebureaus gaat het vaak, bij junks ook, met heroïne en weet ik veel wat, en spuiten. Daar is natuurlijk de kans op dat soort dingen ietsje groter. En dus wordt er dus ook sneller, worden er ook maatregelen genomen voor dat. Maar goed, nee, ik begrijp je vraag. Een topvoetballer, die zijn ook niet altijd even monogaam, laat ik het zo zeggen. En als je die verhalen hoort over wat ze daar allemaal uitspoken en zo. En lief thuis met de vriendin, maar ondertussen achteraf die boeken van Andy van de Meiden. Ik heb een beeld. En noem op allemaal. Ja. Dat geeft toch een andere inkijk in die wereld. Zeker die grote spelers die een boel verdienen op jonge leeftijd. Ik kan er zo 20 noemen. En jij zult het waarschijnlijk ook al weten. Dat is geen grapje natuurlijk, hè. Roerijen en losbollerijen zit bij die jongens natuurlijk wel een beetje in het leven. Je bent 20, je hebt... Ik heb een beeld, Carlo. Ik begrijp dat je hier zorgen over maakt. En de vraag is, weet iemand of dat onderzocht wordt na afloop van zo'n bijtincident? 0800-1121. Ik ga het proberen, Carlo. Dank je wel. Helemaal goed, oké. Goeienacht. Yo, doeg. Doei. Joke. Hallo. Dag, zeg het eens. Je vroeg om een aantal vragen. Oh. Er komt een lijst. Ja, ik heb er een paar opgeschreven al weken. Goed, zeg je ook. Wel nooit. Ik denk, laat ik het nou maar stellen. Heel goed. Nou, vertel. Ik heb er eentje en het is als ik bijvoorbeeld op de televisie een programma zit te kijken. Mm-hmm. Dan komt er wel eens in beeld, dit programma bevat product placement. Ja. Ik weet niet waar ze het dan over hebben. Oh. Ja. Dus ik vraag me af, wat betekent dat? Ja. Ik denk dat ik het wel ongeveer weet. Maar ja, dat is, ik verpest het hele programma op deze manier natuurlijk. Ja, dat is zo. Dat is niet de bedoeling. Nodig. Ja, dan kan ik het antwoord geven. Schiet natuurlijk niet op. Dus als iemand even aan Joke uit wil leggen wat product placement is, dan hou ik me aan. Ik heb geen idee. Nee, ja. Kijk er nog één. Ja. Als je tijd hebt tenminste. Mhm. Ik heb van Cello op een gegeven moment een brief gekregen dat ik wifi in mijn huis kon krijgen. Mm-hmm. Of kreeg, laat ik het zo zeggen. Ik heb er nooit om gevraagd. Oh. En ik heb nou gewoon wifi in huis. Ja. Of wifi. Hoe stoer je het uit wil spreken, hoor. Dat is allebei goed. Ik ben oud, dus ik zeg gewoon wifi. Ja. Maar is dat
gevaarlijk voor je lichaam of voor je hersenen of zo? Want ik heb er nooit om gevraagd, maar het is er wel. Ik zie het niet, maar het is er wel. Ja. En is dat gevaarlijk voor je? Ik kan het niet uitschakelen, denk ik. Ik kan het niet aanzetten. Ik kan er niks mee. Het is er gewoon. Terwijl ik ook gewoon een vaste aansluiting heb op mijn internet gebeuren, zeg maar. Ja. Ja, nee, ja, ik begrijp je vraag. Ja, dus ik zou eigenlijk willen zeggen, alleen nog maar als iemand eventjes wil bellen. Met zowel het antwoord op is wifi gevaarlijk voor je en wat is product placement. Het is echt een enorm rotwoord. Maar ik ook, maar ik snap product niet placement. Waar ze het over hebben. Echt niet. Elke keer weer opnieuw denk ik wat betekent dat. Maar welk programma zit je te kijken dan? Nou, er is onder andere, ik zal één programma, dat is Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, maar dat is... Ja, ik kan het niet weerstaan, Joke. Maar weet je wat dat is? Nee. Dan zitten ze allemaal in iedere scène dezelfde soort chips te eten. Ah. En dan heeft die chipsproducent, die heeft dan geld betaald. Ja, dat snap ik, want zodat dat zie ik ze wel eens doen. Ja, maar ze zitten allemaal uit hetzelfde busje die chips te eten. Ja, of snoepjes of dropjes. Ja, allemaal dezelfde dropjes. Dat je denkt van, waarom zitten ze allemaal die dropjes? Maar de volgende dag staan dus al die mensen in de supermarkt dezelfde dropjes te kopen. Is dat het? Ja. Nou, dat wist ik dus echt niet. Maar product placement, dat betekent gewoon productplaatsing. Dus ze plaatsen een product in de scènes, waardoor jij de volgende dag in de supermarkt denkt, oh, die dropjes moet ik hebben, want die hebben Laura en Jeff gegeten. Zitten die er nog in? Ja, ik snap het, ja. Ja, nou, ja, het is ook wel, eigenlijk is het wel logisch, maar ik snap het echt niet. Nee, maar daar zijn we ook voor. Alleen normaal weet ik niks. En deze wist ik dan toevallig. Nee, nu even wel. Ja, het spijt me. Ik zal proberen het niet meer te doen. Wil ik nog heel even één ding kwijt. Oh jee. En dat is, ik voel me altijd heel erg schuldig op vrijdag. Ja. Want dan lig ik heel lang in bed, omdat ik hier zo graag naar luister. Ja. En die mensen die klinken allemaal zo wakker. En dan denk ik, die bellen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, zijn die mensen nou niet moe? Ben ik nou de enige die de hele nacht niet... Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar hier in de buurt ligt iedereen al te slapen. En mooi, hè? Ik ben nog wakker. En de andere dag lig ik natuurlijk heel lang in bed. Ja. Ik moet natuurlijk ook aan mijn uurtjes komen. Ja. En dan denk ik, en dan voel ik me bijna schuldig. En denk ik, hoe kan het toch, hoe is het toch mogelijk? En vooral mensen van op leeftijd, net zoals ik eigenlijk een beetje, maar ja, ik ben pas 76. 67. Ja, op dit tijdstip wordt het allemaal wat verwarrend. Ja. Ja, dan wordt het wat moeilijker. Maar dan denk ik, die mensen zijn allemaal zo wakker. En dan denk ik, hoe kan het toch? Ik zal Joke, ik doe wel even een rondje met waarom ben je wakker, goed? Ja, doe dat maar. Ja, dat doe ik. En vooral, en dan ook, hoe lang slaap je morgen? ik zal het proberen niet te vergeten. Ja, dat is goed. Oké, bedankt hè, voor je vragen. Oké, doei. Doeg. Rutger, goeienacht. Hey, goedemorgen Astrid. Goedemorgen, dat mag ook hoor, om 4:08. Vind ik best. Sorry, ik verstond je even niet. Zeg het maar, Rutger. Ja, ik had een vraagje. Ja. Een beetje een gekke vraag. Het gaat over een paard van een Barbie-pop. Huh? Een paard. Een paard, hè? Met een van... P, niet de B. Maar, want tegenwoordig heb je ook vrouwen met baarden. Ja, weet je wel, zo'n beest wat gillig. Ja, ik heb een beeld. Ja. Oké, mijn dochter die kreeg ongeveer 18 jaar terug een... op haar verjaardag zo'n setje met Barbie. Ja. En er zat dan en in de doos. En dat was Barbie op het paard. Met wat accessoires erbij en dat soort zaken. Ja. En in dat paard, daar ging zo'n AAA-batterijtje. Oh. En als je dan aan de teugeltjes trok. Ja. Dan begon het paard te hinniken. Ik denk dat ik dat paard gehad heb, Rutger. Wat zei je? Ik denk dat ik zo'n paard gehad heb. Oké, nou, misschien dat je het beeld kunt vormen. Ja. Onder het zadel zat dan een knopje. Ja. En dan kreeg je dus een geluidje. Ja, dat hij ging galopperen, zeg maar, hè? Ja. Toen hebben we... Toen zij een jaar of 12 was dat spul opgeruimd.
Ja. Want ja, de dadigheid gaat er op de duur vanaf. En later, nou, pakweg een paar jaar later, het spul weer tevoorschijn gehaald met opruimen. En er staat geen batterijtje in, met paard hinnik nog wel. En nu het frappant is van, ja, op dat moment van, hé, hey, hoe kan dat nou in godsnaam? Er zit geen batterij in. En nu hebben we vorige week, ja. Ze woont nu op haarzelf, en ja. Hebben we al haar speelgoed in een doos gestapt. En alsjeblieft, hier heb je je speelgoed, bewaar het maar mooi. En daar staat ook weer het paard van Barbie bij. Ja. En je raadt het nooit. Nee. Hij hinnik nog steeds. Zonder batterij? Zonder batterij. Ik vind het griezelig. Dit is frappant. Er zit niks in. Maar hij hinnik gewoon door, hoor. Maar... Ja, je lacht erom, maar ik vind het echt griezelig. Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar... Wij hadden iemand bij ons was een schilder bezig. Ja. En dan hebben we dat laten zien. Hij zei dat hij dat beest is van de duivel bezeten. Ja, precies. En dat moet je weggooien en dit klopt niet. Nou, hij zei, dat zal wel. Ja, het zal... meevallen. Misschien dat er ergens een lading of zo nog in zit. Wow. Maar ik vraag mij wel af van ja... Ja, maar hoe kan zoiets nu? Ik denk ook dat de duivel wel iets beters te doen heeft dan Hinneke in het paard van Barbie. Maar ja, het is maar wel... De duivel heeft het ook ontzettend druk op dit ogenblik. Dus is ook, wat ja, dat betreft denk andere ik, werkzaamheden. Dus die zal even niet met het paard... Ja. Nee, maar ik vind het wel frappant. Want, maar even, ja, voor mij, even voor mij, Rutger. Kan het niet zijn dat die batterij voor een andere functie van het paard diende... En dat hij altijd al op eigen kracht gehinnikt heeft. Nou, dat hebben we. Dat is natuurlijk wel een optie, maar dat hebben we nooit gecontroleerd. Want. Nee. Of tenminste, niet dat ik dat kan herinneren. Want ja, er moet een batterij in. Dus ja. Je opent zo'n ding en er zit een klepje dan op de onderkant. En ja. Je opent zo'n ding en je stopt er een batterijtje in. Ik denk logischerwijs dat je dan niet gaat controleren van. Hé, hey, doet hij het ook zonder batterijen? Maar deed niet ook nog iets anders in de tijd dat de batterij er nog in zat? Nee, want we hebben toen ook... Hij sprong niet of zo. Dat doen we met al dat speelgoed wat je dan opruimt en wat aan de batterijen loopt. Haal de batterijen eruit. Netjes hoor. Voordat ze gaan lekken. Ja. En dan is het een bepaalde periode, ja, dan zie je dat spul niet weer. Wij hebben al het speelgoed van onze kinderen wel bewaard... Het is niet op een rommelmarkt of op een vrijmarkt terechtgekomen. En we hebben ook gezegd op latere leeftijd, als je op jezelf woont en je hebt misschien zelf kindertjes, dan krijg je dat mee. En dat is nu het geval. Ja, zodoende. Nou, ik vind het... er ook achter dat het paard nog ginnikt. Ik hoop dat er iemand een... alsjeblieft even wil bellen naar 0800-1121 over het paard van Barbie. Want waar is het paard van Barbie nu? Mijn dochter heeft dat nu... Die heeft het meegenomen. Nu in haar... heeft het meegenomen met haar andere spulletjes. Goh. Dus. Nou ja, wie weet is het nog geld waard. Ja, toch? Ja, nou ja, dat is haar zaak dan. Dat moet ze zelf weten. Okido. Nou, ik ga mijn best doen, Rutger. Dank je wel voor de vraag in ieder geval. Ja, dank je. Dag. Hou je veilig. 0800-1121 voor het mysterie van het hinnikende paard. Eens even kijken. Hey, Ben. Dag Astrid. Dag. Hallo. Hier. Dag. Astrid, ja. Ik heb een verlossend antwoord. Oh. Voor die meneer een aantal vragen, bellers voor hiervoor. Hij vroeg het telefoonnummer en het adres van Soares. Ja. Ik kan hem eraan helpen. Nou, dat schiet lekker op. Ja. Ja. Als je nou het telefoonnummer, weet ik niet, maar ik kan je telefoonboek opzoeken. Maar het is Artes, Amsterdam. En als hij nou niet aanwezig is... Dan heeft hij ook een boodschappendienst. Ja. En dat is dan Burgers Dierenpark, oftewel Blijdorp. En daar woont familie van hem, die nemen dan die boodschap aan voor hem. En toen werd het doodstil. Ik snap het grapje niet. Wil je het even uitleggen?
Nou, weet je, geef dat nou de tijd en drink het vanzelf bij je door. Gewoon alles wat bijt moet in principe in een dierentuin wonen, begrijp ik. Bijvoorbeeld, ja. Okido. Ja. Dus en daarbij heeft hij heeft een afspraak ook met Dracula. Dat neemt hij ook af en toe voor waar. Oh, de grappen die er over de tandjes van Suarez gemaakt kunnen worden. Het wordt wel een beetje... Nou, goed, dankjewel, ja, hè. Het is net het Radio 1-journaal natuurlijk. Ja. Wat ook continu herhaling heeft. Kijk, het is niet om af te kraken, maar het gaat erom dat die redacties eens bij elkaar gaan zitten. Het gaat juist opbouwend, is dit bedoeld. Ja. Om eens met elkaar te gaan praten of er toch niet wat meer verscheidenheid ingelegd kan worden. Ja, daar gaan we mee bezig. Gaan we mee bezig, Ben. Dank je wel. Het is opbouw. Ja. Dit mag ook best, maar ik had al gezegd, beloofd dat ik een interne memo zou sturen. Bellen met vragen en antwoorden kan, hè. 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Yo, back to yo. Yo, goeiemorgen of goeienacht. Hallo. Hallo. Zeg, dat is alweer even geleden. Ja, je moet je luisteren. Je bent op leeftijd. Ik ben niet altijd wakker, maar... Oh ja. Nou ja, maar ik ga nou weer eens een keer een vraagje stellen. Het is wel goed dat je dat zegt, want ik kreeg net het verzoek van Joko om even te checken waarom mensen wakker zijn om 4:08 in jouw geval. Ja. Is er een reden dat je vannacht wakker bent geworden? Nou ja, inderdaad. Ik was gisteren in de tuin aan de gang en toen verstapte ik me en toen schoot het in mijn bil. Oh ja, dan kun je mooi van wakker liggen, hè? Ja. Zeg ik, ja. Soms voel ik me wel eens een beetje schuldig dat ik blij ben dat sommige mensen wat zeg maar van die tijdelijke pijntjes hebben. Want dan, dat merk ik dan weer in de luistercijfers. Ja, maar net zegt die collega van je van blijf je hangen. Nou, ik heb al 3 sigaretten op. Als ik zo lang gehangen had, had ik al lang al dood geweest. Dat zullen we afleren. Dat zullen we niet meer zeggen, blijf hangen. Goed, maar Jo, waar belde je over? Want je zegt, je had een vraag. Ik had een vraag. Ja. Ik heb een iPad en ik speel met een kennis van me. Nou, al maanden. Wordfreud. En dan vul ik een letter, een woord in. Ja. Nou, voor 36 punten. Ja. En dan krijg ik niet in onze dictionary. Wat zeg je? Niet in our dictionary. Ja. Zit er aan de andere kant een kerel die al die vragen beantwoordt? Ja, een kaboutertje. Ja, nou, die is wel een grote. Hele grote, gevaarlijke wordfeud politie kabouter. Ja. Ja, en dan vul ik bij wijze van spreken in plaspil. Nou, dat is... Dat kent die kabouter niet. Nee. Nee. Nee, maar dan denk ik, nou, niet in ons dictionary. Dan denk ik, nou, we zitten er aan de andere kant. Nou ja, dan klik je op oké en dan maak je het weer clear. Dan denk ik, nou, dat is toch niet te geloven. Maar joh, plaspil, dat moet meer opleveren dan 36 punten. Ja, nou ja, ik geef maar een voorbeeld. Jij geeft even een willekeurig voorbeeld uit de belevingswereld van de wereld. Juist. Ja. Maar Jo, want ik vind het wel... Want hoe oud was jij ook weer? Nou, ik word 86. 86 en toch nog Wordfeud. Want Wordfeud is eigenlijk, zeg maar, Scrabble. Maar dan op de mobiele telefoon of op de tablet. Op de iPad. Ja. Ja. Dus dat ben je nog behoorlijk. Bij de tijd dat je zit wordfeuden, want ik krijg wel eens een mailtje van je. Dat wist ik dat je dat kon, maar ook dat je dit ook nog... Ja, nou ja, moet je horen. Ik heb ook Skype, want ik zit ook te skypen met mijn neef in Guatemala. Heel nou, goed. Dan zie ik hem dus. Ja, ja. Mijn hersens werken gelukkig. Ja, van alle markten thuis. Ja. Wees me geeft het wel eens. Ja, ik heb nog geen plaspil nodig. Oh, dit is wel fijn dat je dat er even bij vertelt. Want daar gingen we over twijfelen. Maar, maar de vraag is nu, hoe zit het met het woordenboek van Wordfeud? Hoe weten ze dat de bepaalde woorden wel of niet beschikbaar zijn? Ik vind wel inderdaad soms bij sommige woorden dat ik denk van... Dat moet er toch gewoon in staan. En bij andere woorden dat je denkt van nou eens kijken wat er gebeurt als ik die letters achter elkaar zet. En dat wordt dan wel goed gerekend. En dat wordt wel goed gekeurd. Ja. Ja, want net zo goed als naapen. Nou, dat is N-A-A-P-E. Nee. Ja, nee, er moet wel een N achter naapen.
Nee, na apen niet, want dan doet hij kennis van me. Die zit er weer een hen achter. Ja, maar na apen, wordt dat goedgekeurd zonder hen? Dat wordt goedgekeurd zonder hen. Nou, ik vind dat wordfeud vervuiling. Ja, nou ja, maar en dat is juist, dan denk ik, nou ja, er zit er aan de andere kant zit er een en die, nou, misschien spelen wel 1000 mensen, nou, hoe kunnen ze dat allemaal weten? 0800-1121. Ik ga een poging doen een antwoord te vinden, Jo. Dankjewel, hè. Nog één vraagje, want ja. Als je nou op dat ding tikt, en maak ik wel eens foto's van de tuin en zo, en dan tik ik erop met mijn nagel. Ja. Doet hij het niet. Nee. Tik ik met mijn vinger, doet hij het wel. Ja. Waar reageert hij nou op? Op die warmte van mijn vinger of op de tik? Oh, ik dacht op de nattigheid. Ja, nattigheid moet je horen, dan wordt je hele scherm vies. Ja, maar gewoon dat je... Ik heb het idee dat je vinger dat daar een soort van... Weet ik niet, vochtigheidsgraad of zo op zit. Dat is vast helemaal niet waar. Nou, het zijn rare vragen. Ik zeg 0800-1121. Eens even kijken of er iemand weet. Of die ja, reageert niet op je nagel. Nee, maar ook niet als je met een kwartje of zo op je scherm zit. Nee, dan doet hij het ook niet. En dan heb ik zo'n stift. Dat heb je er dan bij gekregen. En dan reageert dan die doet de ene keer op en de andere keer niet. Het is een natte stift. Nee, dat is niet waar. Nou, wat raar. Is ook geen warme stift, toch? Nee, dat is ook geen warme stift. Vreemd. 0800-1121. Twee vragen tegelijk, Jo. Goed gewerkt. Groetjes en tot horen. Dag. Groetjes. Doei. Weri. Nee, hij is niet weer in slaap gevallen. Hallo? Oh, dit is niet goed hoor. Je zit in de magnetron nu, qua geluid. Ja, hallo. Verstaat u mij? Ja, nu versta ik je wel, maar het is... Zo ja, beter. Ja, dat is het. Je moet gewoon zeg maar die horen ook daadwerkelijk even oppakken. Ja. Je had hem op de dingesding gezet. Ja. De dinges speaker. Ja. Zeg, Weri, was je nou net in slaap gevallen? Waarschijnlijk wel, ik heb niks gemerkt. Maar dan moet je eventjes wel even checken hoe het met je luchtwegen zit. Want je piept een beetje als je ademhaalt en slaapt tegelijkertijd. Ja, ik piep soms. Oké. Het is 14 minuten over 4. Nou wil Joke sowieso graag weten waarom mensen wakker zijn. Maar in jouw geval is het natuurlijk dubbel interessant. Waarom ben je wakker om 15 over 4, Weri? Je kunt natuurlijk ook vragen waarom sliep je. Nou ja, nee, maar ik begrijp de natuurlijke aandrang om om 4:15 in slaap te vallen. Maar om dan vervolgens weer wakker te zijn, beoogt meer uitleg. Benodigd. Beoogt meer uitleg. Benodigd, ja. Ik ben wel eens meer wakker, ook al is het een eindje in de nacht gevorderd. Oké. Maar ja, wat is daar de oorzaak van? Ja, ik weet het niet. Dat is geheim. Oké. Nou, zeg dan maar gewoon waar je over belde oorspronkelijk ooit. Ja. Wat is de oorzaak van de draaiing van de aarde? We kennen wel het programma van De Wereld Draait Door, maar hoe komt het nou dat ding aan het draaien is gegaan? Ja, precies, want dat die in beweging blijft is op zich nog niet eens zo gek. Ook. Als er maar niet te veel weerstand is. Nou ja, dit hele geval... draait in een soort luchtledig geheel, hè? Ja, dus... Heelal, of hoe heet dat helemaal? Dus van kan weerstand. Kan een poosje doordraaien, lijkt het. Ja. Tenzij er natuurlijk een of ander brokstuk tegenaan vliegt... die de draaiing afremt. Maar goed. Dat zou naar zijn. Hoe is die ooit aan het draaien gekomen? 0800-1121. Ik ga het proberen, Weri. Ja. Blijf je wakker? Ik beloof het niet. Nee, dat was ik al bang voor. Nou, welterusten dan. En dan ga ik proberen snel een antwoord te vinden. Ja. Dag. Dag. 0800-1121. Ruben. Ja, goeienacht, nachtzuster. Goeienacht. Ik had... Ja, er was een vraag over adoptie. Maar de waarom, dat was niet beantwoord. Nee. Nee. Adoptie, dat staat in het burgerlijk wetboek, boek 1, personen- en familierecht. Ja.
En het is onder hoofdstuk adoptie. En dat is artikel, voor zij die het willen nalezen, artikel 227 en volgende. Ja. De adoptie is een wettelijke ouder-kindrelatie die geschapen wordt door de wet. En dat valt onder één woord te vatten, dat is verwantschap. En het is belangrijk omdat door verwantschap er geen huwelijk kan ontstaan. Het is bij wet verboden dat er een huwelijk ontstaat bij verwantschap die door adoptie geschapen is. Dus oh, een volwassene die kan geen volwassene adopteren. Ja? En bij de wet staat ook gedefinieerd wie ouder kunnen zijn en wie kind kunnen zijn. En dat is ook nader uitgewerkt in het adoptieverdrag, waar die meneer het over had. Kijk. En belangrijk is te weten dat het ouderbegrip laatst is uitgewerkt, omdat ook gelijk geslachten mogen adopteren. Oh ja. Dus er is precies in de wet geadopteerd wie ouder kunnen zijn en wie kind kunnen zijn. Een volwassene die de leeftijd, dus iemand die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, is in onze wet een volwassene en die kan niet geadopteerd worden. Nou, prima weer, Ruben, dankjewel. Ja, en nachtzuster, ik had nog een aanvulling. U bent een kennisretonde. Een wat? De vorige week, u bent een kennisretonde. Dus vraag en kennis komen bij elkaar. Oh. En dan bent u een soort verkeersagent op een retonderegelaar die dat uitstekend doseert. Wauw, een reguleert. Kennisrotonde. Ja. Wauw. Dat is uw programma. Ja. Ja, bent u dat mee eens? Ja, dit zit nu stevig in mijn geheugen geprent. Een kennisrotonde. Okay. Ja. Ja. In verband daarmee, nachtzuster, ja, is er de vorige week, ik kon het niet bereiken, een vraag geweest. Het ging omtrent paspoorten en nationaliteit. Oh ja. En ja, ik had het gevoel dat er een hele grote misverstand daarover is blijven hangen. Mm. En dat mag niet in uw programma. Oh. Ik wil één vraag stellen voorafgaand aan dit alles. Heeft u uw paspoort eens goed doorgelezen? Nee. Nee. En de vraag is ook, hoeveel mensen hebben dat gedaan? Ja. Ja, gewoon jouw paspoort doorlezen. Want in jouw paspoort staat heel veel. Oh. In jouw paspoort staat onder andere dat jouw paspoort bevat een verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken in naam van Haar Majesteit de Koningin aan de autoriteit om jouw doorgang te verlenen. Oh. En als het moet, bijstand te verlenen. Het staat in uw paspoort en het staat in een ieders paspoort. Als het paspoort wordt ingetrokken, ja, dan doet de minister van Buitenlandse Zaken dat verzoek niet meer aan de autoriteit die aan wie het paspoort wordt getoond. Ja? Ja. En belangrijk is te weten dat door het intrekken van jouw paspoort niet jouw nationaliteit is ingetrokken. Want jouw nationaliteit, dat heb je gewoon en dat kan alleen de rechter jou ontzeggen. Dat jouw nationaliteit vervalt. Maar kan dat ook als je maar één nationaliteit hebt? Want dat was dan vorige week een beetje de vraag. Nou, dat zal niet gebeuren omdat er een verdrag is opgesteld en Nederland is toegetreden tot het verdrag. En het verdrag is ook in werking om mensen zo min mogelijk statenloos te maken. Ja. Dus er wordt getracht dat iedereen in de wereld zoveel mogelijk een nationaliteit heeft. Kijk. Dat verdrag is in werking, het is dus van kracht. En Nederland is ook lid daarvan. En dat de nationaliteit, dat betekent dat je gewoon, ook al is jouw paspoort ingetrokken, je gewoon nog stemrecht hebt. Oh. Je hebt zowel het passief als het actief kiesrecht.
Maar je moet je toch legitimeren, wil je gaan stemmen? Nou, dat kan je ook doen middels je rijbewijs. Maar je krijgt geen rijbewijs als je geen paspoort hebt. Nee, dat is niet waar. Want je kunt ook een, kaart hebben, een identiteitskaart. En dat recht heb je om een identiteitskaart aan te vragen. Oh. Een paspoort, net wat ik u zei, was dus het verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken, die namens haar majesteit, op zijn majesteit de koning, de koningin, en met al haar titels daarin vermeld, enzovoort, enzovoort, om jouw doorgang te verlenen. Ja. Dus de doorgang, het verzoek van doorgang, dat wordt niet meer gedaan. Dankjewel, Ruben. Ja? Ik vergeet hem niet, hoor. En de nationaliteit of nationaliteit van de mensen blijft gewoon in stand. Dankjewel. Alsjeblieft, nachtzuster. En vergeet dus straks de crypto niet. Zal ik niet doen, Ruben. Dankjewel. Dag. Doei. 0800-1121. En zo dadelijk de crypto, hoor. Maar nu Klein Orkest. En Over de Muur. Mevrouw Regeer. Ja. Hallo. Dag. Ik heb een vraag dat ik tweede week achterkwam. Ja. Terwijl het al zo lang bestaat. Waarom draai je een waterkraan, een warm waterkraan naar de muur toe en een koud waterkraan van de muur af? En dan komt het gewoon door het één pijpje, komt het eruit. Dus hoe kan, waar is dat voor? Hè? Nou, als je de warm waterkraan opendraait, dan moet je hem naar de muur toe draaien, tenminste bij mij hier. Dat hangt er natuurlijk net vanaf waar de muur zit. Ik heb één pijpje. Ja. Wat zegt u? Het hangt er een beetje vanaf. En een koud waterkraan draai je naar je toe. Ja. Je draai je dan van de muur af. Maar we kunnen niet allebei dezelfde kant uitdraaien. En dan komt er één pijpje, komt het er weer uit. Maar je draait ze toch allebei dezelfde kant op? Je draait linksom is altijd losdraaien en rechtsom is altijd vastdraaien. Nee. Ja. Waarom kun je ze niet allebei naar je toe draaien? Maar dan zou je dus de rechterkraan linksom draaien en de linkerkraan rechtsom draaien. Nou, als ik de linkerkraan aandoe, dan moet ik naar de muur toe draaien. De linkerkraan naar de muur toe. Ja, linksom. Lefty, loosie. Ja. En de rechterkraan is koud en die draai je van je af. Van de muur af. Van de muur af, maar ook linksom. Nee, naar mij toe. Ja, maar lieve mevrouw Regeer, als u de rechterkraan naar u toe draait, dan draait u hem linksom. Dan draait u hem tegen de klok in. En als u de linkse kraan naar de muur toe draait, draait u hem ook linksom, ook tegen de klok in. Nee, dan ga ik naar de muur toe. Tuurlijk niet. Draai ik hem toch fout. Van me af. We lopen even naar de kraan. Ja, met één pijpje dan, hè? De kraan met één pijpje. Ik heb twee van die kranen en dat komt door één pijpje. Ja. Het is niet zoals tegenwoordig, het is nog ouderwets. Hoe doen we het tegenwoordig dan? Dat komt toch ook uit één pijpje? Nou ja, daar heb je toch zo'n hendeltje. Ah, nee, joh, nee. Dat is weer anders. Publieke omroep, bezuinigingen. We hebben gewoon nog draaiknopjes. Oh. Maar we draaien alles linksom. Ja, die makkelijk vast te pakken zijn. Ja. Goed, bent u bij de kraan? Nee, ja, nee, dat kan niet, want ik heb een maand of drie enkelbanden gescheurd. Oh, nee. Dus ik heb mijn benen omhoog. Nee, dat kan inderdaad niet. Ik moet met een stok. Dat kan allemaal niet. Nee, blijft u lekker zitten. Maar mevrouw Regeer, ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat u, wat u ook waarheen draait, altijd linksom draait. Linksom? Nee. Nou ja, ik noem dat niet linksom, maar goed. Nee, u wilt gewoon allebei de kranen naar het pijpje toe draaien. Nee, ik draai hem ervan af en die andere draai ik naar me toe. Goed. Ik heb er speciaal op gelet. Toen het met de binnen schoot, ik gewoon, wat is dat nou voor? Heus? Ja, ik waag me er niet meer aan. Ik zeg gewoon 0800-1121. Ja. Misschien wilde iemand een poging wagen om het te verklaren. En is het zo dat ik een plaatje aan moet vragen? Ja, u wel, ja, want het is donderdag de 27e. Ik hou zo van Dixieland en dat heet dan Just a Walk With You. U denkt echt dat ik alles heb? Een plaatje.
Wat zegt u? U denkt echt dat ik alles heb, hè? Nou ja, op de computer zat het er allemaal in volgens mij. Nee, we hebben natuurlijk niet alles, maar van wie is het? Ja, maar dat weet ik niet. Dat weet u niet. Nee, dat weet ik wel. Ik heb het eens een keer aangevangen bij Anne van Egmond. En ik heb dat zo dikwijls gedraaid dat het band stuk is gegaan, dat lintje. Oh. En ik vind het een heerlijk nummer. Dan gaat die hard aan, ook al heb ik buren. Ja, maar Anne van Egmond die nam altijd haar eigen platenkoffer mee. Ja, dat weet ik wel. Maar het staat toch op het plan. Nou ja, als het niet lukt, dan mag het een ander goed swingend nummer zijn. Nou, maar ik kan niet zo uit de losse polsen eventjes weten wat u een goed swingend nummer... Just Walk With Me? Of Just... Just Walk With Me. Het is een soort gospel. Ja, nee, dit is het. Want de EO is losgekoppeld van deze computer. Oh. Dus dan heb ik hem. Maar Just A ja, Walk With Me. Just A Walk With Me. Ja, dat heb ik niet. T-H-E-E. Op het einde. En als ze dan in Leiden een beentje draaien, dat staat wel eens in de krant. En ik woon in Leiden dorp. Ja. Dan ga ik er speciaal naartoe en dan vraag ik dat. Oh, ja hoor. Kunnen ze allemaal spelen? In Leiden, in een park, doen ze het ook wel eens voor om 2 uur. En dan ga ik er ook naartoe met mijn vriendin. Nou, en dan zitten we 2 uur daar heerlijk te luisteren, buiten. Ja, maar wacht even, ik probeer nog 1 ding. Even kijken. Probeer het eens. Just a walk. We hebben alle tijd, hè? Volgens mij... Ik ben wakker geworden zomaar, dus. Ja, en oh ja, want ik moest ook nog van Joke vragen waarom u wakker bent. Nou ja, waarom ik wakker ben. Ik slaap heel slecht, dus dan slaap ik een paar uur en dan valt me mee dat ik nu pas wakker geworden ben. Want meestal ben ik, als ik om 11:30 naar bed ga en ik neem wat in, dan ben ik om 14:15 alweer wakker. Nou, ik zit ondertussen te zoeken. Ik wil u graag helpen, maar het lukt niet. Oh, en nou dan een ander nummer. Ja, maar een ander nummer. Ik moet wel... Wat vindt u nog meer mooi? Nou ja, Mona van de Dutch Winkelers of een ander beentje, Mona. Of IJskoman of zoiets heet. Oh. IJscream. En dan krijg ik te veel keuzes. Nou, kies dat ze. Hou je van Dixieland? Nou, niet speciaal. Ja. Oh ja, ik vind het heerlijk. Klassiek en dan Dixie heerlijk. Zo'n fijn ritme is dat. Niet zoals tegenwoordig van als je langs... Een auto langs rijdt met die jonge mensen, het raampje open, hoor je alleen maar boem, boem, boem en niks. Nee, dat is ook. Dat is ook wel. Mag ik even, wat is de. Ik weet niet zo goed welke u bedoelt. Dus, en dan, ik wil, ja, als ik dan iets draai voor u, dan wil ik u natuurlijk graag een plezier doen. Ja, maar dan doe je dan toch met plezier dat het maar swingend is. Ja, wacht even, hoor, ik moet even dan luisteren, want het staat er natuurlijk niet bij in de computer van dit is swingend. Dus ik wacht, ik zet nee, even dit aan. Nee, dat begrijp ik ook. Ik ga even luisteren wat dit is. Blijf er even... rubrieken? Nee, wat... Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella! Is dit wat? Even denken. An old Calabrese was sitting on a log. Ja, lekker, ja. Ja? Oké, okay, laat ik deze aanstaan. Ja, heerlijk. Goed. Hartstikke fijn. Sjaak. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel over de kraan. Oh, help. Jullie hebben allebei gelijk namelijk. Oh, dat klinkt heerlijk. Ja, goed hè? Ja. Als je het goed gaat beschouwen, die afsluitertjes, die staan gespiegeld op die kraan. De wat? Die afsluitertjes, waar je de kraan mee open en dicht zet, zeg maar. Ja. Die staan gespiegeld. Je hebt je waterleiding, dan heb je links heb je zeg maar warm en rechts koud. Ja. Snap je? Dus ze staan tegenover elkaar. Dus wat voor de ene kant links is, is voor de andere kant ook links. Maar dan draai je hem naar rechts, want dan sta je er anders voor, zeg maar. Snap je toch? Nee? Ja. Ja. Als je, ik snap je wat je bedoelt. Ja. Ja, je neemt de waterleiding. Ik neem de waterleiding. Ja, die in de kraan uitkomt. Ja. Dan heb je links warm en rechts koud. Ja. Als je de één open draait, draai je naar de muur. Ja. Draai je naar rechts. Ja. Nee. Ja, dan loop je zeg maar in principe om die kraan heen. En dan doe je de andere waterkraan open, doe je de warm waterkraan open. Die draai je ook naar rechts, alleen sta je er al anders voor. Dus jullie hebben allebei gelijk. Nou, ik vind in principe dat alleen ik gelijk heb. Oh, nou, ook goed. Is jouw dag.
Ja, een beetje wel. Want het is tenslotte 27 juni. Maar... Dat maakt toch niks uit. Nee, maar het is, weet je wat het is? Het is, ik heb altijd geleerd, lefty loosey, righty tighty. Echt waar? Ja. Dus met links draai je altijd alles los. Linksom draai je altijd alles los. Tegen de klok in. Ja. Rechtsom draai je alles vast. Ja. Maar dus... nu ga je een schroefje in de muur draaien, zeg maar. Ja. Ja, dan draai je naar rechts, draai je vast. Ja, righty-tighty. Dan ga je dezelfde muur nemen. Ja. En dan aan de andere kant van de muur. Ja. Dat draai je gespiegeld. Dus dat is links is rechts dan. Ja. We hebben allebei gelijk. Ja, ik snap je punt. Ik ben alleen nu vergeten wat de vraag van mevrouw Regeer was over de kranen. Dat als ze naar de buurt draait, dat ze hem links draait. Ja. En de andere kant draait ze van de muur af. En dat heb je ook op. Oh ja. En naar rechts. Oh ja. Dus jullie hadden allebei gelijk. Ja. Maar... waarom is dat? Ja, dat is dus zo. Doordat al die, zeg maar, losdraaisysteempjes op dezelfde manier werken. Ja, in principe wel, ja. Alleen sta je er anders voor. Als jij, zeg maar, naar de muur gaat staan met je gezicht en je draait eigenlijk om, sta je in principe hetzelfde, alleen gespiegeld. Ja. Maar dat is met dat spul ook. Ik denk niet dat er nog maar één luisteraar is die hier chocola van kan maken, maar ik wel. En nou, daar ben ik blij om. En wat wil je nog meer, Sjaak, in het leven? Ja, niks eigenlijk, hè. Sjaak, Joke wil graag weten waarom je nog wakker bent. Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik moet werken. Dat is ook zo, want er moet 's nachts van alles bezorgd worden door het land. Ja, ja, klopt. Zullen we even raad wat hij rijdt spelen? Heb je alles geraaien, dus... Automaterialen. Ja, goed zo. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan kunnen we door. Dankjewel, Sjaak. Ja, oké. Okay. Dag. Dag nog, hou je veilig. Doei. Hoi. Kees. Ja, goed, hier ben ik. Dag Kees. Hoor je me nog? Sorry. Wat? Hoor je, nee, je hoort me nog. Oké. Okay. Het volgende, het paard. Ja. Ik heb er zelf één gehad, zei je. Ja. Oké. Nou hoorde ik in het gesprek dat je om het galopperen te horen een knopje om moest zetten. Ja. Dus dat ging op de batterij. Voor de hinder moet je aan een teugel trekken. En dat gaat het verder mechanisch, dat denk ik. Maar jij hebt er één gehad, dus jij kunt het alleen maar boeren. Ja, dat was echt zo. Je moest aan een teugeltje trekken voor het hinneken. En dat zo'n schuifknopje onder het zadel voor het galopperen. En daarmee schakel je die batterijen. Dat denk ik tenminste. Kijk, mijn kinderen, mijn dochter was geen poppenmeisje. Dus die heeft nooit Barbie gehad en geen paard gehad. Nee. Maar omdat jij dus zei dat ik er zelf één had, denk ik, nou ja... Ik hoorde het gesprek. Dan kun jij alleen maar bevestigen of het zo was. Maar wat ik me nu afvraag is... dat zat er dan nog ergens stiekem een klein batterijtje in dat paard? Want oh, dat hinneke, ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig. Dat werkte dus niet met dat schuifknopje. Maar dat moest ook ergens vandaan komen natuurlijk. Natuurlijk, maar je had vroeger ook poppen. Dat moest je er buiten drukken. Dan zeiden ze wat. Ja, of ondersteboven houden. Weet je, maar dat is mechanisch. Ja... Wauw. Tenminste, zo denk ik dat het in elkaar zit. Ik bedoel, als ik het gesprek zou horen van een knopje omzetten en trekken... Ja. Denk ik, het ene is mechanisch en het andere is elektrisch. Ja, wel een hoop ingewikkelde structuren in één zo'n paard. Ja, hoe je het paard uit elkaar halen. Dus, ja, was ook een relatief duur paard, kan ik me herinneren. Geen idee. Nee, ik wel. Goed, nou, hartelijk dank Kees voor het meedenken. Graag gedaan. Over het paard. En een goede nacht. Oh, Kees... Ja. Joke wil graag weten waarom je wakker bent. Waarom ik wakker was. Ja. Nou, ik werd wakker van hondengeblaf. Ach. Toen ben ik op het balkon geluisterd of het bij mijn buurvrouw was. Want dan zou ik even gaan kijken. Ja. Maar het was naar beneden, dus dat heb ik laten gaan. Dus ik heb buiten gestaan, dan ben je zo klaar wakker. Dat heb ik de radio even aangezet. Oh ja. En dat was even over drieën, zeg maar. En dan ja, blijf je hangen. Ja, dan is het eindzoek. Tenminste, dat zit rond een uur of zes. Want dit gesprek duurt ook al 25 minuten. Echt? Ik dat niet. Ja. Nee. Ja. Nee, dat lijkt zo 25 minuten. 25 minuten en 16 seconden zat hij nou op. Dit gesprek, dat kan niet. We zijn niet 25 minuten aan het praten, jij en ik. Blijft u even wachten? Oh, dat je op het moment dat je belt met... Ja, maar ja.
Dat is de schuld van mevrouw Regeer. Die ging maar door over de kranen. Nee, Sjaak, die ging maar door over de kranen. Die kranen. Ik ben zelf naar kranen gelopen. Ja. En allebei linksom. Ja, maar de vraag is, heb je de kraan ook laten lopen? Warm en koud. Allebei linksom, ja. Maar dat hangt vanaf aan welke kant van de muur je staat. Als ik aan de andere kant van de muur zit, ben ik bij de buren. Ja, en dan gaat de hond blaffen. Goed, bedankt Kees. Hi, goeiedag. Dag. 0800-1121. Gerard. Ja, goedenavond. Hallo. Hebben we de goeie? Nee. Dat is Gerard de Groot, het allerwaar. Ik versta er echt geen woord van, Gerard. Je moet articuleren. Het gaat over de vraag over die wifi. Ja. Dat klopt, hè? Nu wel, ja. Oh, nou. Ja. Ik had net met je collega die hem opnam. Oh. Een vraag en een antwoord. Oh. Over die wifi kan ik zeggen, want ik heb een paar jaar terug een andere provider. En die kan... Maar ik zit gewoon in een portiekflat. Ik heb gewoon een vlakvloer. En dan kun je gewoon door de provider die wifi uit laten zetten. Oké. Maar de vraag is wifi gevaarlijk? Dat is de vraag. Of kan wifi gevaarlijk zijn? Dat lijkt me niet op dezelfde telefoon. Ik bedoel, daar zijn ze ook niet over uit. Maar goed. Nee, precies. Dat kan ook gek worden, maar ja. Ja. Het zijn allemaal golfjes. Maar ik had een vraag over energieconcerns die de aanbieding hebben. Ja. En als ik ze bel, dan vraag ik om de kale kubieke meterprijs. Maar er is nooit iemand die me dus precies de kubieke meterprijs of de kilowattprijs geeft zonder alle belastingen en opslagen die erbij komen. Oh. Waarom doen ze dat? Ik begrijp er geen hout van, maar er is vast wel iemand die dat wel begrijpt. Dus... Maar ik heb toen een paar jaar terug met een andere energie. Dat duurde vrij lang. Ja. En die gaven we toen wel de kubieke meterprijs en de kilowattprijs. En dat zie ik ook op mijn jaarrekening. Ja. Dus, en dan vraag ik van, wat kost nou een kubieke meter? Want er komt gewoon 60% belasting over, bijna, of ruim, 60%. Oh, jeetje. Dat blijft doortellen. Maar waarom wil je per se die kale prijs weten? Nou, dat is namelijk de prijs die 60% belasting, dat blijft doorwerken. Dus van de ene belasting komt die andere belasting eroverheen. Plus die btw eroverheen. Goed, 0800-1121. Dus als die kaal gasprijs bekend is, ja, dan zou het maar een paar tienden wezen. Dus als het 1 tiende cent is, ja, dan wordt die 0,6 extra duur. Het ligt ongetwijfeld aan mij, maar ik kan het niet zo goed volgen. Maar als er iemand is die het wel kan volgen en een antwoord ook kan geven waarom energieleveranciers niet de kale kubieke meterprijs paraat hebben. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Gerard. Oh, en Gerard, waarom ben je wakker om 5:12? Omdat ik altijd wakker ben. Ik ben een nachtprins. Kijk, staat genoteerd. Dankjewel. Ja. Doei. Doei. Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wou even nadrukken over het kranendebat. Dat mag. Ik voel nattigheid. Mevrouw heeft gelijk, ja. Want het heeft dan te maken met haar kraan. Ja. Want dan heeft ze de knoppen van de kraan, die zitten dan aan de zijkant. Ja, ja, dat heeft gewoon met de softdraad te maken. Ja. En hoewel Sjaak was het geloof ik ook een uitgebreid verhaal had, je moet gewoon even je voorstellen dat je naar de knop toekijkt. En als jij dus naar de knop toekijkt, dan draai je dus linksom, draai je hem open. En rechtsom draai je hem dicht. Ja. Ga je aan de andere kant van de wastafel staan. Dan heb je precies hetzelfde. En dan draai je inderdaad dus de ene knop van de muur af. En de andere die draai je naar je toe. Ja. En als je dus de knoppen dezelfde kant op draait, dat betekent, en je krijgt water, dat betekent gewoon dat de knoppen aan de voorkant zitten. Ja.
Ja, ik moest het even voor me zien, maar ik zie het voor me, ja. En de uitleg is eigenlijk zo, deed je tussen neus en lippen door eigenlijk ook eventjes heel mooi. Ze werken met een schroefdraad. Ik kon niet op dat woord komen, maar ja. De schroefdraad. En een schroefdraad is altijd linksomdraaien. Maar ja, inderdaad, als je dan aan de andere kant gaat staan en ja... Nou ja, eigenlijk ook wat Sjaak zei inderdaad. Als je aan de andere kant van de muur staat, dan lijkt het alsof de kraan de andere kant op open gaat. Ja. Ja, precies. Nou ja, volgens mij begrijpen we elkaar per ongeluk heel goed. Ja, nou, dat is wel mooi meegenomen zo vroegemorgen. Wat wil je nog meer? Oh ja, goed dat je het zegt. Joke wil graag weten waarom je wakker bent, Wouter. Ik ben onderweg en ik ga ongeveer 15 ton koekjes afleveren. Oh, echt? Ja. Lekker. Ja, altijd. 15 ton koekjes? Ongeveer. Oh, daar zou ik toch zeker 3 dagen voor nodig hebben om op te eten. Ja, sommige 2,5 dag, maar... Het eet wel lekker door. Oké, hey, dankjewel hè, Wouter, dat je even belde. Rij voorzichtig. Alsjeblieft. Dag. Ja, dat zal ik doen. Hoi. Dag. Henk. Henk? Komt Henk. Nou, ik kan zeggen dat die meneer hiervoor, die maakt me het gras voor de voeten weg, want ik had die jazzers. Ja, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat is mooi dat we de bevestiging nog even binnenkrijgen. Ik heb een ander idee. Veronderstel dat je de knoppen van de waskraan, van de kraan, kunt vervangen door een wijzerplaat. Ja. En dan, nou ja, bij een wijzerplaat, dan draai je de wijzer rechts om. Ja. En draai je de kraan open, dan ga je dus tegen de wijs van de klok in, dus linksom. En dat geldt voor de linker en voor de rechterkraan. Kijk. Dus. Heel mooi. Het is dan nog onduidelijker geworden. Nee, helemaal. Ik vond het prachtig gevisualiseerd. Dank je wel daarvoor. Ja. En wat je net zei, dat dus een schroef daar de rest om was, dat hoeft niet altijd. Er zijn ook linkse schroefdraden. Nee, waarom? Ja hoor. Wanneer hebben we nou een linkse schroefdraad nodig? Ik heb ze zelf gemaakt, hoor, dus... Zit je gewoon verkeerd om te schroefdraden? Dat is, ja, is heel verwarrend. Minder dan rechtsom, maar linksom bestaat echt waar. Maar waar zou je die nodig voor kunnen moeten hebben dan? Ja, daar is dan meestal bij een transportschroefdraad. Dat je dus een lange schroefdraad hebt waarom een moer draait en dan draait die schroefdraad en dan gaat die moer heen en weer. Oh ja. En dat kan dus linksom zijn en rechtsom. Nou, het is handiger dat die ook andersom dicht kan. Ja, maar goed, ze bestaan echt hoor. Dus, ja, dat hoor ik nu ook. Nou, ja, en dan nog even, de vraag... Het is heel erg dat je zoiets niet wist hoor. Oh. Ja, dat is ontzettend erg. Dat moet niet mogen. Oh. Nou, sorry. Nee, maar daar heb je intussen toch alweer iets geleerd, zou ik zeggen. Je wil niet weten wat een enorme lading bagage ik weer meeneem als ik straks om 6 uur naar huis ga. Ja, je moet wel ontzettend wijs zijn geworden. Ja, het is, helaas heb ik een geheugen als een vergiet, dus ik heb er niks aan. Maar het idee is leuk. Maar dat is nog helemaal goed ook, want anders zou je niet meer kunnen leven. Nee, dan zou er niks meer aan zijn om triviant met mij te spelen. Maar Henk, eventjes voor Joke, waarom ben je wakker om 4:57? Nou... Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, vertel ik dat liever niet. Oh. Nee, het heeft iets met een kwaal te maken, laat ik zeggen. Oh ja, nou, dan zou ik ook lekker inderdaad zeggen van, daar hebben we het niet over. Maar we hebben toch stiekem een beetje een beeld. Dankjewel Henk, en sterkte dan. Graag gedaan. Dag, goeiedag. Tot horen ze, dag. Dag. Ik doe even snel de crypto voor Ruben tussendoor. En ook natuurlijk gewoon voor jou thuis als je het leuk vindt om een cryptogram op te lossen. De crypto van vannacht luidt als volgt. Gekleurde verhoging. Gekleurde verhoging. En de oplossing moet bestaan uit 12 letters. En die kan doorgegeven worden via 0800-1121. Maarten. Goedemorgen. Hallo, met Maarten. Goedemorgen. Hallo Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog één keer die kraan. Het punt is, denk ik, we pakken allemaal de kraan vast met de duim naar onderen. En dan ga je draaien. Ja. Nou, en dan pak hem maar vast, draai, pak de warm waterkraan, dan gaat die duim naar de muur toe. En pak je de andere kant, dan gaat je er eerst vanaf. En dat is bij mevrouw in haar hoofd gaan zitten.
En als er iets in je hoofd zit, dan verlies je dat, dan raak je dat niet meer kwijt. Maar, nee, maar nu, nee, dit gaat niet goed, Maarten. Want als je met je linkerhand de kraan opendraait, dan gaat je duim omhoog. Maar als je met je rechterhand de kraan opendraait, dan gaat je duim omlaag. Dan ga je naar de andere kant toe, dan is het precies andersom. Het maakt niet uit welke hand dat je pakt. De ene keer gaat de duim van de muur af en de andere keer gaat je naar de muur toe. Omdat je maar altijd met je duim naar onderen, of opzij, pak je die kraan vast. En dat is het hele verhaal. Want je gaat van de muur af naar de muur toe. Maar dan komt dat die kraan, meestal zit de kraan in het midden. En daarom denkt de mevrouw dat. Ze doet precies hetzelfde. Dus als die mevrouw morgen vroeg opstaat, straks, moet ze het maar eens proberen. En dan ziet ze het, maar dan heeft ze zo, zit eigenlijk er zo in het gedacht ingeprint. De ene gaat linksom en de andere gaat rechtsom. Ze moet het eerst gaan doen. En dan ziet ze dat ze er eigenlijk vergist heeft. Oké, nou ik ben benieuwd. Maar bedankt voor de poging. Nog heel even, waarom ben je wakker? Er moet gewerkt worden. Kijk, en als wat dan? Ja. Vrachtwagenchauffeur. Oh, Maarten? Ja? Zullen we even raden wat... Niks. Ik heb niks bij. Niks. Nul. Oh. Helemaal niks. Ik heb een plat chassis bij. Ik ga een container opzetten. Ik begrijp dat je niet raadt wat hij rijdt met me wil spelen. Nee, want ik heb niets bij. Nee, dus het is... Echt niets. Maar echt helemaal niks ook. Nou, een plat chassis. Ja, maar dat heb je al verteld. Juist, dus ik heb helemaal niks bij. Helemaal niks, noppers nada. Nee, nou. Helemaal niks. Nou, dus dat gaat niet door. Nou, toch bedankt. Oké, dag. Dag Maarten, hou je veilig. 0800-1121. Geert? Geert? Geert is weg. Ik zal me toch niet gebeurd zijn dat er weer iemand in slaap gevallen is. Romeo dan? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Met Romeo. Romeo, hi. Ja, hi. Ik had een vraagje. Ik heb een collega met wie ik samenwerk. Maar mijn collega die heeft een vriend in Spanje. Ja. En dan vraagt mijn eigen af of er een jurist is die haar kan behartigen. Het probleem is namelijk van, zij zit in de uitkering, maar zij werkt wel. Ja, oké, deels vrijwillig, maar alleen haar vriend die kan niet naar Nederland komen. Mm-hmm. Ik heb met haar over gesproken, maar zij weet geen raad. Dus mijn vraag is, het is in principe oproep van, weet iemand of een jurist die luistert, die adviezen kan geven dat ik aan haar kan doorspelen van... Wat kan ze in dit geval doen? Dat is mijn. Maar de basis is dat haar vriend niet naar Nederland kan wonen omdat zij kan komen omdat zij geen baan heeft. Nee, ja, klopt. Dus zij heeft de uitkering. Ja. En zij werkt wel als vrijwilligster, waar ik ook zelf werk. En inderdaad, ja. En het schijnt dat je een basisinkomen moet hebben. Maar dan vraag ik mij af van, is er een bepaalde orgaan in Nederland dat het niet zo kan zijn dat ze toch nog, bijvoorbeeld een bepaalde bevoegdheid mag hebben dat haar vriend naar Holland kan komen. Dat is wel mijn vraag. Is wel lief van jou, Romeo. Ja, nee, echt waar. Ik vind haar zo'n lieve meid. En weet je wat het is? En ik gun het echt van harte. Dus vandaar mijn vraag. Ja. Nou ja, misschien is Ruben nog wakker. Die weet hoe dat soort dingen in elkaar steken. En anders, maar ja, het is natuurlijk wel dat de regelingen steeds strenger worden. Ja, dat klopt. En dat dit soort dingen en dan... En trouwens, je moet aan toevoegen. Ze zijn aan het luisteren. Ja. Dat nog, ja. Nee, maar ik weet je, het is mijn collega en ze is zo lief. Ze heet dus Patricia. En Patricia, je hoort mij. Ik heb namens jou gebeld omdat ik jou zo'n leuke collega vind. Oh, sorry, dat toevoeg, neem me niet kwalijk. Oh ja, nou ja, van mij mag het hoor. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon Patricia even WhatsAppen of sms'jes doen. Ja, maar dit via de radio is veel leuker. Ja, dat is ook zo. Nou, Patricia en Romeo, ik vrees het ergste, maar we kunnen het natuurlijk altijd proberen. Dus ik zeg gewoon weer 0800-1121.
1. Ik zou zeggen dankjewel, Astrid. Oké, nou, dan gaan we snel de lijnen vrijmaken in de hoop dat iemand belt met de oplossing. Dankjewel, Romeo. Nou, nieuwe vragen en antwoorden nog een uur lang in Nachtzuster. Allemaal mogelijk via 0800-1121. Nachtzuster, een programma van Max. Andy. Ja, goedemorgen. 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 Zeg het maar. Met dat ik met jou aan de telefoon hang en ik luister naar dat van Bluff, denk ik me eigenlijk af te vragen wat als de zanger van Bluff, of in ieder geval de schrijver van die nummers, gebruikt heeft toen hij dat schreef. Ik kan je heel slecht verstaan, Andy. Kun jij de telefoon dichter bij je... Ja, zeker. Zo is het beter. Veel beter. Wat veel beter. Okay. Iets met de tekst van Counting Crows en Bluff. Nou ja, niet de Counting Crows, maar meer Bluff. Ik bedoel, mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Ja, dat zijn toch teksten... Wat heb je gebruikt als je dat bedenkt? Ja. Ik hoor altijd mensen over de teksten van Bluff. Van die teksten. Ja, maar ik vind het dus... Ik weet niet, misschien dat ik te makkelijk met Pascal Jacobsen van Bluff mee ga in zijn gedachten. Maar ik denk ook van hij heeft zijn schoenen buiten laten staan in het hotel. En die zijn gejat, maar dat geeft niet. Want er staat nog wel iets in de kastjes. Hij heeft nog crackers en hij heeft nog wat van die verpakte kaasjes. Dus er is nog wel wat, dus het geeft niet. Ja, maar buiten het liedje Liefs uit Londen is het allemaal gekkigheid wat ze qua teksten bedenken. Dat is mooi, Liefs uit Londen. Oh, ja. Ja, die is echt heel leuk. Ja, maar dat zijn de teksten, die kun je nog snappen. Ja, je hebt ook, ik weet even niet welke van Bluff dat is, maar mijn hoofd is op je schouder en mijn hart is bij de deur of zo. Dat ik denk van, dat lijkt me ook fysiek onmogelijk. Nou ja, niet alleen fysiek onmogelijk, maar daar zit nog wel een poëtische lading in. Ja. Maar dan heb je nog het liedje wat buiten de kust, hier aan de kust. Daar snap je echt geen enkel brood van. Ik ben de tekst even kwijt, maar hij begint zo vaag. En dan denk ik van ja, wat gebruik je dan in vredesnaam als je dat soort dingen doet? Ja, maar ik vind het altijd wel mooi. Ik vind het altijd zo poëtisch. Ja, nou ja, je kunt het net opvatten hoe je het zelf ook wil vatten. Ja. Nou goed, dat maar in Holiday in Spain zitten inderdaad hoe zeg je dat? Teksten waar je... Vreemde teksten. Waar je vragen bij zou kunnen stellen, ja. Maar daar belde je niet over. Ja. Nee, nou ja goed, ik belde even heel gauw nog over dat kraanverhaal. Dat daar dus gewoon bij meerdere fabrikanten volgens mij heel veel verschillende dingen in zitten. Dus volgens mij hebben jullie allemaal vergelijkt. Ik heb kranen gehad die rechtsom draaiden en vastgingen. En rechtsom draaiden en ook gewoon losgingen. Twee achter elkaar. Dat was een beetje lastig met de douche. Want de eerste keer draaide ik hem steeds heter in plaats van kouder. Ja. Dus volgens mij is dat een fabrikants dingetje. Zaakje. Ja, ik heb net gehoord van iemand dat hij gewoon zelf daadwerkelijk verkeerd omdraaiende schroefdraaien fabriceert. Dus het kan allemaal. Ja, tuurlijk. Niets is onmogelijk. En linksom of rechtsom, zo moeilijk kan het verschil niet zijn om te maken. Dus misschien heeft die mevrouw wel gelijk. En draaiden ze gewoon naar elkaar toe, allebei. De een rechtsom, de ander linksom. En dan gaat er warm water open en koud water en dan wordt het gemengd. Dus volgens mij is dat een fabrikant dingetje. Het kan ook zijn dat iemand dat gewoon inderdaad ook een keertje zelf zo heeft bedacht. En als je dan gaat verhuizen en je gaat in het huis wonen van iemand die dat ooit zelf zo... Ja, dan kan het zijn dat je kranen verkeerd om open en dicht draaien natuurlijk. Ja, dan gaan we in het huis wonen en dan ging de kraan open. Dan moest je hem rechtsom draaien. Ja, maar handig is dat niet. Dat is niet handig. Nee, maar als je net een jaar gewend bent en de kraan gaat kapot en je zet er een andere kraan op die dus andersom draait, moet je even wennen. Zit wat in. Ja. Ja. Het is toch weer die nattigheid die ik voel. Had je nog meer? Nee. Oh! Ja, nou ja, goed. Klein dingetje nog over dat aanraken van die touchscreens. Ja. Ik heb het idee dat je daar een aantal vierkante centimetertjes, of vierkante millimetertjes, moet raken.
En als je maar 1 of 2 vierkante millimetertjes raakt, dus met de top van je nagel, dat te weinig is voor een touchscreen om te reageren. Dat klinkt heel logisch. Ja. Ja, en dan wil Joke nog graag weten... Zo snel achter zijn. Nee, maar ik bedoel, als het maar waar is, dan vind ik het allemaal prima. Maar Andy, Joke wil graag weten waarom je wakker bent om 5:13. Ja, nou, dat is vroeg aan het werk, hè. Maar zit je ook op de vrachtwagen? Kraanwagen, vrachtwagen, ja. Ja. De kraanwagen ook. Dit wordt nu wel heel linksom of rechtsom draaiend. Ja, ik kan alle kanten dan. Hey, dankjewel, hè. Jo, dank je. Goeienacht. Hoi. 0800-1121. Hey, Ruben. Ja, nachtzuster. Ja. U had een meneer die wilde weten of de vriend van die mevrouw mocht toetreden tot Nederland. De vraag is, welke nationaliteit heeft die meneer? Ik denk Spaans. Want als u denkt Spaans... Dus Europees, hè? Ja, dan valt hij onder het EU-verdrag. En dan geldt het uitdaging van vrij verkeer van personen en goederen. Dan zou hij in eerste instantie gewoon 3 maanden vrij naar Nederland kunnen komen. Ja, en hij hoeft aan geen enkele andere formaliteit te voldoen. Want hij is een EU-burger. En binnen EU bestaan er geen grenzen. Een ander iets is, als die meneer in Spanje woont, maar buiten de EU afkomstig is. Oh ja. Dus als hij in Spanje woont, maar bijvoorbeeld uit Afrika komt en in Spanje een visum heeft, dan wordt het iets ingewikkelder. Ja, ja maar ja. Als hij gewoon een Spaans paspoort heeft en de Spaanse nationaliteit, dan is hij vrij om te reizen binnen het EU-gebied. En nog een kleine aanvulling. Het paspoort is niet jouw eigendom. Je bent slechts bezitter van het paspoort. Ja, de staat mag als er daartoe aanleiding is het paspoort ten alle tijde opeisen als zijnde haar eigendom. Dan ben je ook mooi klaar mee. Weet je wat het kost, zo'n paspoort? Het paspoort, het staat ook in uw paspoort. Dus u gaat uw paspoort ook lezen, hè? Ja, dat moet, hè? Ja, dat ga ik doen als ik... Voor het slapen gaan, ga ik mijn paspoort lezen. Nou, voor straks wel thuis. Dankjewel, Ruben. Goeienacht. Dag. Goeienacht. Als ik dan Ruben aan de telefoon had, zal ik het cryptogram nog een keertje herhalen. Gekleurde verhoging, dat is de opgave van vannacht. En de oplossing moet bestaan uit 12 letters. En het kan doorgegeven worden via 0800-1121. John Vermeulen, goeienacht. Hoi, Jasheet. Crypto. Ja. Ken ik hem net. Gekleurde verhoging, 12 letters. Oranjekoorts. Oranjekoorts. Nou, wat is daar nou actueel aan? Ja, ik weet het niet. Wat doe jij zondagavond om 6:00? Ik ben de laatste naweeën van de verhuizing nog aan het doen. En dan ben ik... Het zat hier en dan ga ik lekker mijn bedje in. Echt? Ben jij die ene Nederlander die niet gaat kijken naar de wedstrijd tegen Mexico? Ja, ik ga wel kijken. Ja, stiekem toch, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, het is goed. Oranjekoorts is inderdaad de oplossing van het cryptogram. En dat betekent dat er een prijs jouw kant op komt. Ik wens je veel plezier ermee. Eindelijk. Ja, eindelijk. Winst. Nee, heel veel plezier ermee. En dank je wel, hè? Ja, hartstikke bedankt. Dag, okay. Goeienacht. 0800-1121. Eddie Brouwers, goeienacht. Goedenacht, Marie. Hallo. Ik wil even... Ja, staat u mij? Ja, heel goed zelfs. Goed zo. Links schroefdraad wordt vaak toegepast uit veiligheidsoverweging. En een heel goed voorbeeld daarvan zijn de trappers van je fiets. Want de trapper, als je die ziet als een mechanisch blokje waardoor een spel loopt en dan in de trapperstang gedraaid is. Bij die beweging, als maar voortgaand,
ja. is het de bedoeling dat de trappers niet losgaan. Want dan zou je lelijk kunnen verongelukken. Ja. En de linkertrapper daar beschrijft het blokje, als je dat neemt als voorbeeld van de trapper, een linksomgaande beweging. Ja. En mocht er wrijving tussen het blokje en die spil ontstaan, dan zou die los kunnen gaan als het, even kijken hoor, rechter of... Ja. Maar ik hoop dat het begrip duidelijk is. Dus de trappers zijn ook verschillend. De rechter is rechts een schroefdraad, want rechts is vast. Ja. En de linker is links een schroefdraad, want dat is aan de linkerkant. Naar de vaste, veilige, mechanische beweging. En dan is het wel fijn dat zoiets, zeg maar, dat we daar vaste afspraken over gemaakt hebben, inderdaad. Ja, zolang ik fietsen ken. Het fenomeen fiets, ja, voor Nederland niet, voor ons deel gewoon natuurlijk. Is dat al zo? Ja, en gelukkig wel, en want dan kunnen we er... Bij gasflessen bijvoorbeeld. Ja. Ja, bij gasflessen bijvoorbeeld, om de drukregelaar aan te koppelen, draai hem ook linksom vast. Maar de veiligheidsoverweging daarvan, die dossier ik niet zo goed. Nee, maar het heeft er gewoon ook mee te maken dat we dat gewoon met elkaar afgesproken hebben. En dat we dus altijd weten dat het in principe zo vastgedraaid zit. En dat is toch wel fijn. Ja. Toch ja. Veiligheid is een grote in deze. Een beetje wel. Nou, hartelijk dank, ja. Hè. Oké. Okay. Goedenacht. Waarom ik nog op? Wat? Dag. Dag. Ja, ik wil nog even... Dag. Oh. Ja, ik wilde nog even... Je dag. Nee, ja, ik wil... Ja, maar toch... Ja, dan weet ik het niet. Nee, ah, hij is weg. Ja, dan kan ik deze draaien. Wilde ik graag nog. Left of center. Eens eventjes kijken. Ik probeer het even zo. Hallo, met wie? Hallo, Henny misschien? Ja, hi Henny. Ja, Henny. Ja. Goedemorgen. Het gaat over de vraag over die kraan. Ja. Laat ik zo zeggen, de kraan zoals wij hem altijd kennen, zoals vroeger, laat ik zo zeggen, de kranen. Nou, dat gebeurde met een schroefdraai, dus met een wartel. Wanneer je hem dus aandraait, nou, dan gaat het leertje naar beneden en sluit dus de onderkant de toevoer af. Mm-hmm. En dat geldt voor links en rechts. Altijd een rechtsdraaiende gaat dicht en een linksdraaiende gaat open. Dus dat verklaart ook waarom dat verwacht wordt dat het altijd hetzelfde is. Maar nu komt het, wanneer nu... Zo'n kraan vervangen wordt, dat gedeelte vervangen wordt omdat die blijft lekken door druppelen enzovoort. Ja. Dan zijn momenteel de vervangende onderdelen, die zijn keramisch. En keramisch houdt in, dat zijn schijven waar dus een opening zit, waar de toevoer is van het water in de kraan dus. En wanneer je dan naar rechts of naar links draait, dan draai je dus een ander schijfje net voor die opening, zodat er dus water vrijkomt en... dat er dus water uit de kraan komt. Maar dus, dat kan niet anders of je hebt daar een linkse en een rechtse in. En wanneer zo'n kraan de verkeerde unit, een vervangunit, gemonteerd wordt, wat heel vaak voorkomt. Ik heb het al tientallen keren dus meegemaakt met mensen die dat dus op die manier dus heel storend vonden. Ja, dan krijg je dat. Omdat dus de unit vervangen is door een linkse en een rechtse die keramisch zijn. En daar heb je dus linkse en rechtse units in. En daar zit dus echt een probleem, ook bij die mevrouw. Maar iedereen weet toch, want je zei nu links is dicht en rechts is open. Maar volgens mij is links juist open en rechts dicht, toch? Ja, okay. Je hebt gelijk. Maar dat weet toch iedereen? Waarom, dat misschien verkeerd. Waarom monteren ze dan toch de verkeerde afsluitgeval dingetjes units eraan? Ja, hey, dat krijg je. Maar dat wat niet in, als nieuw zijn, wanneer een keramische kraan, wanneer je die huidige koopt, zijn ze allemaal keramisch. Dat is gewoon standaard. Dat is vervangen, net als zoveel dingen dus gewoon door de techniek veranderd worden en verbeterd. Is dat dus op dit moment ook het geval. Maar wanneer je dus een oud type kraan hebt, waar dus de ene kant dus vervangen moet worden, dus de units, ik praat over dingen van een tientje, wanneer die dan vervangen wordt en de monteur die vervangt de verkeerde kant, dat wil zeggen wel de goede kant van de kraan, maar het verkeerde unit wordt de linkse wordt rechts geplaatst, nou,
dan krijg je zulke situaties. En, maar mensen doen toch vaak zelf en die kopen in een bouwmarkt en dan zien ze zo'n unit liggen en die denken dat het is gewoon een leertje wat erin zit en dan kopen ze een keramische. En dan nou, monteren ze zelf de verkeerde. Maar daar heb je dus echt linkse en rechtse in. Oh, oké. Okay. Nou, het is mooi dat we dat even weten, dat we daarop gaan letten, ja. Ja, dat is echt, zo werkt dat, ja. Ja. 100%. Nou, wat mij betreft is het duidelijk met de kranen. Nou, dat zegt al heel wat. Dus ik dank je hartelijk, Henny. Nou, graag gedaan. Ik zeg, en heel veel succes met uw programma. Ja, dat gaat lukken hoor, die laatste 31 minuten. Oh ja, laat ik je nog even voor Joke dan vragen waarom je wakker bent. Nou, ik ben wakker om dadelijk naar bed te gaan. Ik heb mijn werk erop zitten. En ik zit in de distributie wat dagbladen betreft. Dus, oh ja, dat moet heel veel gebeuren. Dat is allemaal op de... Dat is allemaal op de plaats. Dus, heerlijk. Iedereen krijgt vandaag dus een nieuwe krantje binnen. Goed zo. Wel trusten, Henny. Dank je wel. Oké, dank je wel. Dag. 0800-1121. Mevrouw Fransen. Ja, dat was ik. Ja. Ik vind het heel vermakelijk, al dat verhaal over die kranen. Ik denk dat die mevrouw gewoon met haar rechterhand die ene kraan doet en met haar rechterhand die andere kraan doet, dat ze tot ontdekking komt dat het precies hetzelfde is. Ja, zie je, dat is het. Dat je handen lijken de andere kant op te draaien, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Bij mij is dat tenminste niet zo, hoor. Nee, maar waar we het net over hadden, dat als je met rechts een kraan opendraait, dan gaat je duim naar beneden toe. En als je met links een kraan opendraait, dan gaat je duim... Lefty Lucy, naar boven toe. Ja, ik zit ondertussen. Het is een heel grappig gezicht dat ik hier de hele tijd niet bestaande kraan open en dicht zit te draaien, denk ik. Maar sorry, wat zei je? Nou, dat vind ik zo grappig. Dat iedereen die maakt daar een enorm toestand van. Ja. Kijk, als die mevrouw met beide handen tegelijk doet, dan heeft ze gelijk. Dan gaat de een aan de andere kant op als de andere. Maar als ze met dezelfde hand twee verschillende kranen zou opendraaien, dan komt ze tot de ontdekking dat ze precies hetzelfde zijn. Ja, dan moet ze alleen wel zichzelf even verplaatsen, zodat ze weer recht voor de kraan staat. Nou ja, ja. Wanneer doe je de kraan open? Dat doe je toch als je er recht voor staat? Nou ja, nee. Als de kraan zeg maar rechts op de kraan... Of als de hoe heet dat? Nee, ze had het over de wastafel. Nou, dan zit die kraan toch in het midden? Ja, de kraan zit in het midden, maar dan kunnen de draaidingetjes... Hoe heet dat, die dingetjes? Die zitten links en rechts. Ja. Nou... Maar die kunnen, als die tegen je kraan aanzitten, dan lijkt het alsof ze... Ja, nou ja, dat. Ja, maar als ze het met dezelfde hand zou doen, gaan ze dezelfde kant op. Dat is waar. Om ze open te Misschien doen. Is dat gewoon de truc. Maar mevrouw Regeer, die had iets met de enkelbanden, dus die kan dat pas morgen proberen. Nou, laat ze het maar mooi proberen. Ja. Ik weet zeker dat dat werkt. Nou, hartstikke goed. Bedankt, mevrouw Fransen. Oké. Dag, fijn. Oh, en ik moet even weten... Of ik moet. Ik heb beloofd aan Joke te wanneer vragen... Wanneer ik wakker ben. Ja. Nou, dat is... op de meest idiote tijden. Ik heb geen idee waarom. Maar en slaap je dan ook op de meest idiote tijden? Nee. Ik ga dat normaal naar bed. Oké. Maar af en toe gewoon opeens maar dan wakker. Word ik eens wakker. Dan word ik eens kort wakker. En dan word ik eens wat langer wakker. En, nou, meestal heb ik de radio aan als ik ga slapen. En nou, dan hoor ik dus leuke dingen als ik wakker word. Dat horen we graag. Maar dat kan op de gekste tijden zijn. Nou ja, dan maak je nog eens wat mee. Dankjewel voor het bellen. Oké. Dag, fijne dag. Dag. Wouter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Even van de luidspreker halen. Ja, ik had een antwoord op de vraag van die daken en zitstrand van de sneeuw. Oh, fijn. Ja. Waarom ze plat zijn, bedoel ik. Ja. Er werd niet gevraagd over. Ja, nee. Maar dat, ja, als er puntdaken zijn, dan glijdt de sneeuw eraf. En dat zou gevaarlijk kunnen zijn, want als je dan de voordeur dicht trekt, dan heb je een pak sneeuw in je nek. Maar Jan vraagt zich ook een beetje af, van hoe kan het nou dat die sneeuw dan op zo'n dak gewoon rustig blijft liggen zonder dat het dak instort? Terwijl in Nederland, als je een plat dak hebt, dat dan met water al problemen geeft. Ja, maar dat is gewoon eigenlijk een kwestie van zwaar genoeg... afbouwen natuurlijk. Gewoon goede daken bouwen. Als je sterk genoeg maakt, dan start het niet in. Ja, ik krijg nu inderdaad een flashback van januari toen we deze vraag ook behandelden. Hartelijk dank daarvoor, Wouter. Ja, is goed. Graag gedaan. En nog even de vraag waarom je wakker bent om 3:30? Aan het werk. En wat voor werk? Chauffeur, onderweg. Ah,
Nou, rij voorzichtig dan, hè. Doe ik. Doeg. Hoi. Fijne vrijdag. Andere Wouter. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ik hoorde de vraag over die wifi-straling, of dat schadelijk zou zijn of niet. Ja. En ik heb gelezen, een tijdje geleden waren iets van meisjes uit de brugklas of zo in Denemarken. Die hadden een proef gedaan met tuinkers. Hadden ze een aantal bakjes blootgesteld aan mobiele wifi-straling. En een aantal bakjes niet. En die bakjes die daaraan werden blootgesteld, die groeiden gewoon eigenlijk niet. Of die gingen ook heel snel dood en zo. Dus dan zou je zeggen dat het wel erg schadelijk is. Ja, in ieder geval voor tuinkers. Ja, ja, in hoeverre dat dan voor mensen opgaat, dat is dan een tweede. Maar het lijkt me in ieder geval niet goed. Nee, en nou ja, het hangt er natuurlijk vanaf waar de vergelijking tussen mensen en tuinkers op gaat. Het leeft allebei in ieder geval. Daar zit wat in. Dus misschien ja. Maar dan moeten we ons zorgen gaan maken om de wifi. En dat wil ik eigenlijk liever niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Maar goed, het is wel goed om het onderzoek inderdaad nog weer eventjes onder de aandacht te brengen. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, is goed. Hoi, fijne vrijdag. Doeg. Wouter. Goedemorgen. Hi. Hi. Populaire naam. Ik heb nou zoveel Wouters gehoord. Ik had nou een paar keer gereageerd. Jij, iedere keer als ik Wouter zei, zei jij ja, maar deze keer is het echt raak, Wouter. Zeg het eens. Nou, ik heb dat ook eens uitgezocht van die kale kubieke meterprijs en kilowattuurprijs. Ja. Maar die prijzen verschillen dan. Dan kan de een goedkoper zijn als de ander. Maar uiteindelijk de prijs, inclusief alle toeslagen, kan dan toch nog hoger uitkomen. Omdat die sommige toeslagen, niet allemaal, maar sommige toeslagen verschillen. Zoals het vastrecht en zo. Dus dat zit er niet. Het voordeel zit er niet, zeg maar, puur in de kale energieprijs. Maar gewoon omdat de toeslagen per energieleverancier kunnen verschillen. Oké, dus daarom is het ook wel handig om in ieder geval die kale prijs te weten. Ja, je kan natuurlijk, als je voor jezelf wil weten wat je bij de een of bij de ander betaalt voor puur de kale levering, zeg maar. Ja, ja, dat is hetgeen in ieder geval wat hij graag wil weten. Inderdaad, daarom. Ja, het was een onduidelijk verhaal. Ik denk dat ik zal die man ook wel een antwoordje geven. Ja, maar ben ik ook blij mee. Want overal waar iets over gezegd wordt, pikken we toch weer wat van mee. Dus ik dank je daarvoor hartelijk. Fijn dat je even belde, Wouter. Ja, en succes met je programma. Oh, en waarom ben je wakker? Ja, werk ook. Ah, dan ga je alweer. Hè? Ja, er zijn een hoop mensen die toch om 5:30 al aan de slag gaan. Ja, ik een stukje rijden en dan luister ik altijd even dus. Nou, ben ik blij mee. Ik wens je een fijne vrijdag, Wouter. Ja, en jij succes nog even. Komt goed, dat redden we, die laatste 23 minuten. Dag. Oké. Hoi. Overal dat geld gesproken. Beef is dit op Radio 1. Cashing the money. Meneer Van den Berg. I'm in tablet. Dat kan het ook zijn met de hele vinger dat het niet werkt. Oh. Omdat als je een droge huid hebt. Het heeft iets met elektrische geleiding te maken over de verschillende cellen. Oh, dat is grappig. Want als je dat maakt, ja. Dan doet hij het wel. Oh, want ik zei nog dat het iets met de vochtigheid te maken had. En toen werd ik eigenlijk een beetje uitgelachen, hè? Nee, maar dat is gewoon zo. Oh, oké, gelukkig. Ik heb soms ook zo van die droge vingers. Ja. En dan doet hij niet, dan lik je er een keer aan en dan doet hij het wel. Dus, dat is met al die touchscreens, met mobiel is het precies zo. Potverdrie. Nou, dan heeft het daar toch een beetje mee te maken. Of als je vingers vochtig zijn, dan heb je automatisch al een iets grotere oppervlakte die je aanraakt. En is het dat toch waar de snel op gereageerd wordt? Het heeft gewoon iets met elektrische geleiding te maken. Hmm. Ik heb niet iets kleinere vingers, ik heb iets grotere vingers. En dan krijg je het ondanks alles dat het soms niet werkt. En soms is het dan zo, als je een harder tikt, dan maakt hij toch net contact. Maar het is gewoon, er zitten gewoon van die cellen in. Ja. En daar moet je dus een dwarsverbinding maken. Wat heb jij een mooi klokgeluid op de achtergrond?
Ja, ja. Van mijn grootmoeder nog. Mooi. Dun, dun, dun. Oh, maar je hoort hem nog wel. Jawel, jawel, jawel. De buur, van de buur mag ik die ook laten draaien. Volgens mij s'nachts uit. Ja, precies. Zit je zo midden in de nacht recht op in je bed soms als je zo hard. Maar ik vind het wel een mooi geluid. Ja. Mijn vader had er een die sloeg alle uren twee keer. Oh, fijn. Dan middernacht. Oh, fijn. Ja, dat is leuk om dan in een gorig huis naast te wonen. Maar ja, het is wel, het is, ja. Dit was wel een prachtig geluid. Dat was het al even. Maar even, want het is 17:15. Het is eigenlijk een heel raar moment om de klok te horen slaan. Ja, maar hij slaat al een kwartier. Oh, oké. Okay. En dan is hij nog wat aan de vroege kant, maar goed. Kwart over slaat ik kort. Ja. De half slaat hij één keer. En kwart voor slaat hij dus heel de riedel. En om het hele uur slaat hij de riedel plus de uren. Oké. Nou, weer wat geleerd over klokken in het algemeen. Nou, hartelijk dank. Ja, oké. De groeten. Voor de tablettip. Ja. Dag meneer Van den Berg. Martine. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja, ik heb een antwoord op de gaapvraag. Oh, fijn. Ik ga ze gapen ook van die vraag. Oh, gapen is zo besmettelijk. Ja. Ja, het is imitatie. Ja, dat herken ik wel een beetje, inderdaad. Ja, maar je gaapt... Dus het is imitatie. Het is niet besmettelijk, maar... je gaapt als je honger hebt, als je dorst hebt, als je je verveelt, als je zuurstofgebrek hebt. Het zijn allemaal redenen om te gapen. Ja. En vroeger op de middelbare school in Heerlen werden we de les uitgestuurd als we gaapten tijdens de gym. Want de gymleraar was heel streng. Die nam aan dat je gegeten had, gedronken had. In zijn les werd niet verveeld, eruit. Naar de rector. Nou zeg, dat is ook niet aardig. Ja. Nee. Nee, maar wat ik bedoel, je kunt het niet echt tegenhouden. Nee, je kunt het niet tegenhouden. En ik kwam vroeger altijd gapend uit de films. Ja. Toen ik in Amsterdam woonde. En dat was zuurstofgebrek. En de mensen die dan voor de tweede voorstelling kwamen, die dachten, hoor ik dan zeggen, saaie film. Ja. Maar dat is niet zo. Ja, of ze dachten dat je de film uitgestuurd was. Dat kan ook nog. Ja, zonder geld terug te krijgen. Ja, dat is niet eerlijk. Nee, dat zou gemeen zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar het gapen is, het is ook een ontspanning. Het is ook een teken van ontspanning. Ja. En als je dat gapen dan over weet te brengen op iemand die in je buurt is, dan dat is ook voor hem of haar een ontspanning. Het is nu, wordt het echt bijna een goed teken om te zitten gapen. Dat is het ook. Maar zijn er dan ook mensen die heel weinig empathie hebben, die ook niet hoeven te gapen als iemand anders gaat zitten gapen? Dat zou best eens kunnen, ja. Hè? Het is vast niet zo, maar het zou heel onbeleefd zijn. Nou ja, onbeleefd, maar... iets anders. Ik kwam dan, vroeger had ik een zware baan in Deventer. Ja. En ik kwam ook altijd gapend thuis. En mijn man vond dat zo vervelend. Oh? Ja, en toen had ik niet het benul om te zeggen dat het een compliment was. Mm-hmm. Dat ik thuis kwam, eindelijk thuis, zo heerlijk. Ontspannen, ja. Ja. Of misschien zat hij eigenlijk wel te gapen, had hij het niet in de gaten. En de reageerde hij op hem, dat kan ook nog. Wat een mogelijkheden toch met dat gapen, ja. Oh ja, de mogelijkheden zijn legio. Ja, dat is, er zijn heel veel redenen om te gapen. Ik dacht altijd dat het gewoon alleen vermoeidheid was, maar dat is dus niet zo. Nee, het is een zuurstofgebrek. Kijk. Het is een reactie van het lichaam om even weer een beetje een oppepper te krijgen. Nou, ik hoop dat Frederik de Jong nu niet mee zit te luisteren. Want die moet straks vanaf 6 uur fris en fruitig. En die hoort al dat gepraat over gapen. Die kan er een zware ochtend van hebben. Ja. Goed, dankjewel Martine. You're welcome. Dag, een fijne dag nog. Rick. Hallo Rick. Rick, ben je er nog? Ja, ik ben er. Hey Rick, hallo. Zeg het eens. Ja, ik ben wel wat kwijt over de wifi. Ja. Er is inderdaad heel wat over te doen. Wifi is
een van de vormen van straling waar wij vandaag de dag aan blootgesteld worden. Het betreft niet alleen wifi, maar ook de gsm, de dektelefoons. Er zijn inderdaad mensen die daar overgevoelig voor kunnen worden of zijn. Dat heet elektrohypersensitiviteit. Elektrohypersensitiviteit, ja. Ja, dat kan een hele range aan klachten veroorzaken. Mm. Van slapeloosheid, depressie, lichamelijke klachten enzovoort. Mm-hmm. Er is nogal wat over te doen. Als mensen daar meer over willen weten, is daar een site voor. Dat heet Stop UMTS. Mm-hmm. Dat gaat over de wildgroei van zendmasten die er nu de laatste jaren plaatsvindt. Ja. Ik zelf ben niet overgevoelig, maar wel gevoelig voor straling. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in mijn huis opgemerkt dat ik een plek heb waar heel weinig straling is. Daar is mijn lichaam, ervaart meer rust dan op de plek waar de bovenburen hun dektelefoon hebben staan. Ah, ja. En dat is ook geverifieerd door iemand die is komen meten bij mij. Dus het idee dat ik had werd bevestigd door de meetapparatuur. Dus het is eigenlijk wel een... Het wordt erg in de doofpot gedouwd, het probleem. Omdat er natuurlijk gigantische bedragen mee gemoeid zijn van de industrie. Ja. Maar er zijn steeds meer mensen helaas die daar last van hebben. En dat heeft... het meest dramatisch is wel dat ik in mijn nabije omgeving iemand heb gehad die een eind aan zijn leven heeft gemaakt daardoor zelfs. Dat is waar. Maar het kan ook zo makkelijk weggezet worden als dat het een psychisch iets is, hè? Dat je het je inbeeldt. Precies, dat is het lastige. Dus het is, het is een probleem wat denk ik de komende jaren nog meer onder de aandacht zal komen. Er is al heel wat over te vinden op internet, dus het is die site Stop UMTS. Daar staat allerlei informatie over allerlei vormen van straling. Er is ook het kennisplatform elektromagnetische velden. Dat staat een beetje aan de kant van die industrie. Dus dat staat, dat erkent het wel. Dat is dus kennisplatform EMV, heet dat ook op internet te vinden. Maar dat wifi, ik zelf wil bijvoorbeeld geen wifi in mijn huis dat permanent aanstaat. En ik ken zelf mensen die niet kunnen slapen als hun wifi aanstaat. Het is ook, volgens mij is het ook nog een probleem. Want jij zegt van het is aangetoond dat er straling aanwezig was. Maar er is natuurlijk nog niet wetenschappelijk echt bewezen dat je er last van hebt. Het is natuurlijk ook moeilijk te bewijzen. Nee, maar goed, er is een bepaalde logica in. Hè. Kijk, ons hele systeem, ons hele chemische... Onze lichaam is natuurlijk één groot systeem met hele kleine elektromagnetische impulsjes in het systeem zelf, in onze cellen. Dus je kan wel gevoeglijk aannemen dat straling die daarop losgelaten wordt, dat die ook wel invloed heeft. In hoeverre iemand daar gevoelig voor is. Ja, dat verschilt van mens tot mens. Vaak weet je het ook niet. Nee. Pas als de straling wegvalt, dat heb ik zelf dus ontvonden. Ja. Pas als de straling wegvalt, zoals die plek bij mijn huis die nog stralingsarm is, waar ik eigenlijk liever niet zit, want het is een kamertje waar ik nooit kom. Maar dan voel ik dus iets wegvallen. Terwijl op de andere plekken in mijn huis, waar dus meer straling is, ben ik aan die lichte stress eigenlijk gewend. Dus pas als het wegvalt, merk je dat het wat met je doet. Nou, ik ben benieuwd. We gaan er vast nog heel veel van horen. Maar ik dank je hartelijk in ieder geval voor deze tips. En voor de term elektrohypersensitiviteit. Ja, EHS. Kun je zo ook vinden op internet. Dank je wel. Oké. Goeiedag. Doei. Ja. Wies? Ja, hallo. Hallo. Ik heb een aanvulling op die handen en tablets en zo. Ja. Een ervaring. Ik ben het helemaal mee eens dat het iets te maken moet hebben met geleiding. Het elektrische, het werd nu net ook weer genoemd. Hè? Je lijf heeft ook iets elektrisch en met vocht. Ja. Yeah. Maar ik moet om medische reden op het ogenblik af en toe heel erg mijn handen insmeren met vet. Ja. Yeah. En omdat dat ontzettend onhandig is en alles vies wordt, dan doe ik van die leuke witte katoenen handschoentjes aan. Ja. Yeah. Maar dan kan ik dus bijvoorbeeld niet meer koken. De inductieplaat werkt dan niet.
Snap je, dat is heel droog. Dan is, daar zit er gewoon een barrière tussen. Ik kan niet meer telefoneren, ik kan een tablet niet gebruiken. En het is, daardoor ben ik ook zelf op het idee gekomen dat het echt iets te maken moet hebben met werkelijk huidcontact. Ja. En dan moet het dus iets zijn vochtigs, want ook de inductieplaat werkt niet als je hele droge handen hebt. Dan moet je ook even nat maken. Ik ben het helemaal eens met die meneer die dat net zei. Maar de inductieplaat die zet je toch gewoon aan met je met een knopje, ja, op het gasfornuis? Heb ik. Echt? Het gaat niet zozeer, inderdaad, je hebt gelijk. Het gaat niet om de inductieplaat natuurlijk. Het gaat om de tiptoets. Het is zo'n glazen ding en dan, nou ja, dat is leuk, hè? Dan tip je dat. Nou, dan tip je dus en er gebeurt er niks. Nee. En dat, ja, is, dat is echt lastig, vind ik. Je moet dus altijd zorgen dat je wat vochtige handen hebt. Dus dan lik ik eventjes. Even met mijn tong nu de inductieplaat aanzetten. Ja, ja, zoiets. Ja. Ja, nee, dat is gewoon een aanvulling dit. Ik ben het dus helemaal eens met dat het iets elektrisch heeft. En dat vocht wat aan je handen dan zit, dat hele weinige vocht, dat geleidt. En daardoor krijg je het. En dan doet de oppervlakte er helemaal niet zo erg toe, volgens mij. Hartstikke goed. Dankjewel, Wies. Oké. Okay, goeiedag. Hoi. Marcel? Nee. Marcel? Nou, Marcel hoort mij niet, of ik hoor Marcel niet, of allebei, dat kan ook nog. En dat is op zich vrij onhandig. Nou, dan zijn we toegekomen aan de Martin, oftewel Bagheera van de chat. Die houdt zo gaandeweg het programma bij of er nog antwoorden voorbij komen via de social media of wat in de mail wat ik gemist heb of dat soort dingen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik denk dat jij nog een flinke verzameling antwoorden hebt, hè? Ja, klopt. Zal ik maar gelijk beginnen? Ja, kom maar door. Even over die touchscreen. Dus die gaf de uitleg. Er staat namelijk een wisselspanning op kleine plaatjes achter het scherm. Oh. Als je vinger daar dus op legt, dan gaat er een deel van de wisselspanning via je vinger lopen. En dat meet dus het scherm en dan weet hij dus waar je het scherm aanraakte. Oh, dus dat verhaal van dat je als je een grote oppervlakte aanraakt dat het beter gaat, is helemaal zo gek nog niet. Nee, dus klopt wel, maar dit was de uitleg. Okay, even kijken, dan op de vraag, waarom zijn we nog wakker? En dan kregen we een geweldige reactie op de mail. Ja. Namelijk van Elseline. Want die is heerlijk het huishouden aan het doen. En ze is nog wakker, omdat het namelijk, zij luistert het overdag, want zij luistert vanuit Zuid-Korea. Ach ja, ja, dat hebben we natuurlijk ook nog, dat we ook buiten de landsgrenzen gewoon worden beluisterd. Ja. En hetzelfde doet Aussie ons te groeten, want die luistert vanuit zijn hotel uit Australië. Heh. Even kijken, dat nummer wat die mevrouw zocht, waar we even niet uitkwamen, dat dus heeft erop over gemaild. Dat is Patsy Klein, Just a Closer Walk With Dee, en op facebook.com/nachtzuster... staat de link voor die mevrouw. Ah, super geregeld weer, dankjewel. Even kijken. Dan hebben we nog Tom uit Vught, die deed nog te melden over die mevrouw met de kriebelhoest. Ja. Die heeft van een Belgische wandelpartner, daar komt hij weer, onderweg naar Santiago, dat is populair de laatste weken. Ja. Een simpele oplossing gehoord. Je moet 's avonds namelijk wat fix onder je voeten smeren. En dan even wat sokken aan, want dan worden je niet je hele bedkleding vies. Maar dat schijnt ontzettend goed te helpen. Wauw. Dan had Weri de vraag over de oorzaak van de draaiing van de aarde. Ja. Dat is gekomen doordat er een grote komeet is ingeslagen op de aarde. En die heeft dus de draai veroorzaakt. Oh. Oh, wat grappig, want daar begon hij zelf nog over. Ja. Ja, nou, ik had hem niet bedacht. Even kijken, word voor iets. Wie kijkt die woorden na? Ja. Zij kijken eigenlijk welke woorden worden er heel vaak gebruikt en worden daarna afgekeurd. En als dan blijkt dus, en daarna gaan ze het in het woordenboek opzoeken. En als dan blijkt dat het woord wel goed is, wordt die eens in het half jaar toegevoegd aan maar de waarde. Maar wie is dat dan? Is dat de Wordfeud politie? Ja, dat zijn de makers van Wordfeud. Wauw, die houden het gewoon nog bij. Die houden het ook nog bij. Oh, mooi. Even kijken. Gerard die vroeg over die berekening van de energieprijzen met die kale kubieke meterprijs. Ja. Nou, wat ik heb gevonden zelf is even, een deel van de kosten van het gas wordt bepaald door uw verbruik. Maar je betaalt ook voor het transport en de heffingen. Ah, de gasprijs voor een gemiddeld gezin is 65 cent per kubieke meter. Slechts de helft daarvan, ongeveer 32 cent, zit in het gas. Ja. En de rest is energiebelasting en btw. Ja, en daarom wilde u het zo graag weten, ja. Ja, ja, en even kijken, hadden we dan nog iets meer? Volgens mij zijn we er eigenlijk doorheen. Ja, het gaap is net genoemd, hè? Ja. Maar Christine Post mailde nog dat het komt door de spiegelneuronen in de hersenen. Oh ja,
Dat spiegelen, dat is dus eigenlijk inderdaad dat naapen waar we het al over hadden. Hey, en ik kreeg nog een berichtje dat over die bijtwonden. De voetballers die gebeten zijn door Suarez. Of die voetballers wel worden onderzocht op ziektes. Ik kreeg nog een berichtje dat, dat in ieder geval dat niet naar buiten wordt gebracht. Lijkt diegene die mij dat berichtje stuurt. Omdat dat medische en dus privé-informatie is. Mm. En ten tweede dat topsporters heus wel regelmatig worden onderzocht op allerlei aandoeningen. Dus misschien dat dat er wel weer onder valt. Hebben ze weer mooi afgerond, hè? Dankjewel, Martin. Jij ook. En tot volgende week. Tot volgende week. En jij thuis veel plezier met Frederik de Jong en het NOS Radio 1 Journaal. Hallo? Hallo? Er is iemand in slaap gevallen, hoor. Het is zo het nadeel van een nachtprogramma. Ja, hoor. Ach. Duidelijk ook een beetje verkouden. Heerlijk, wat een rustgevend geluid eigenlijk. Hallo, Weri? Word eens wakker. Weri? Nou, ik zet hem even in een box apart. Misschien dat er zo dadelijk nog een land mee te bezeilen is. Nachtzuster, een programma van Max.